Ik verzoek de griffier getuige binnen te leiden. Dank u wel. Zo knap ben ik niet. Zo, goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. En aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Van der Laan. Meneer Van der Laan, welkom. Dank u wel. Bij onze parlementaire enquêtecommissie woningcoöperaties. Wij kijken naar het hele stelsel van die coöperaties. Opzet en werking, incidenten. En dan willen we weten wat er nou allemaal gebeurde en hoe dat kon gebeuren en wie ervoor verantwoordelijk zijn. En wat wij vandaag vooral doen is ons concentreren op de rol van de regering en de opeenvolgende bewindspersonen die te maken hadden met coöperaties. Met hun regelgeving en wetgeving hebben ze natuurlijk grote impact op die hele wereld. Dus uiteraard kijken wij naar dat hele proces, hoe dat aan de zijde van de regering is gelopen. En in dat verband, meneer Van der Laan, bent u opgeroepen als getuige om onder ede verhoord te worden. En u koos voor de belofte dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als u even zou willen staan. Mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Van der Laan. Neemt u plaats. Dank u wel. De microfoon kan uiteraard aanblijven. We hebben best wel wat vragen van de zijde van de commissie. Oh, aanblijven. Ja, sorry. Hij staat aan. Dat is prima zo. En we gaan ook meteen fris van start. En ik geef graag het woord aan collega Mulder. Ja, voorzitter, dank. Meneer Van der Laan, u werd minister voor Wonen, Wijk en Integratie op 14 november 2008. Toen volgde u de afgetreden minister Vogelaar op. Niet lang daarvoor was de zogeheten vogelaarheffing ingevoerd en er was sprake van een integrale vennootschapsbelasting voor de woningcorporatiesector. Op 23 februari 2010 treedt u af, evenals de overige Partij van de Arbeid bewindslieden. En als commissie hebben wij vragen over het beleid dat u in uw periode als minister heeft gevoerd. Zoals gezegd, u volgde minister Vogelaar op en u werd daarvoor benaderd door de heer Bos, vicepremier en minister van Financiën. Kreeg u van hem een bepaalde opdracht of boodschap mee als het ging om de woningcorporaties? Nee, dat herinner ik mij niet. Ik herinner me wel dat ik op andere terreinen een boodschap meekrijg, is misschien wat vaak gezegd, maar dat hij mijn aandacht daarvoor vroeg. Mm-hmm. Maar dat betrof vooral het gebied van de integratie. Integratie, daar ging dat het is waar ik in ieder geval herinneringen aan heb, ja. En wat was daar de boodschap? Nou, dat gaat over integratie. Ja. Nou, ik wil zoveel mogelijk zeggen, maar dat ging het toch om dat de regering wel erg in het defensief zat op dat punt. Mm-hmm. En dat het fijn zou zijn als dat het assertiever ging. Ja. U trof een sector aan die net te maken had gekregen met de zogeheten vogelaarheffing en de vennootschapsbelasting. Welk beeld kreeg u van de sector in de eerste weken van uw ministerschap? Een beeld dat ik eigenlijk al een beetje had in de maanden en jaren daarvoor. Ook vanuit mijn vorige werk als advocaat. Maar ook als belangstellende in de volkshuisvesting. Al heel lang, uit de jaren 70 dateert dat. Dat de sector wat uit de hand gelopen was. In welke zin?
In heel veel opzichten. U heeft waarschijnlijk al heel veel besproken over de brutering en de verzelfstandiging. Dus dat veronderstel ik dan even bekend. Maar bij die operatie, begin jaren 90, is niet heel duidelijk gezegd wat de taak, de missie van de woningcorporatie zou zijn. En ook niet wat de kaders waren waarbinnen ze dat moesten doen. En ook niet hoe de overheid zou garanderen dat dat op een juiste manier zou gebeuren. Dus, en in de tijd voor mijn aantreden waren daar al verschillende voorbeelden van gebleken. Ja. En zeker toen ik net aantrad speelde ook de kwestie de woonbron. Dat was natuurlijk een directe aanleiding. En Rozeel was er toen, ik meen ook al, in de media bekend. Dus ja, je viel wel in de prijzen. In de prijzen, met die neus in de boter. Nou, ik zou dit geen boter willen noemen. Oké. Twee weken na uw aantreden kreeg u een rapport van de stuurgroep Meijerink voor een nieuw arrangement tussen overheid en de sector. Kent u dat rapport nog? Ja, ik wist niet dat het zo kort na mijn aantreden was, maar wel dat het kort na mijn aantreden was. En deze stuurgroep was ingesteld door minister Vogelaar en bestond uit vertegenwoordigers van EDES, zeg maar de beroepsorganisatie en het departement. Wat vond u ervan dat de stuurgroep bestond uit mensen van EDES en van uw departement? Dat was op zichzelf al opvallend, maar nog niet heel problematisch. Het ging natuurlijk meer om wat ze dan hadden bedacht. Wat vond u opvallend aan die samenstelling? Nou, ik vind dat een departement een beetje zijn handen vrij moet houden. Als voorbereider van de minister en de regering en het parlement. Maar dat hoeft nog helemaal niet verkeerd af te lopen. Dat hangt dan natuurlijk van de inhoud af. En dan het rapport, wat vond u daarvan? Nou, dat is die inhoud. Ja. Ik vond het slecht. Slecht? En waarom? Ja. Omdat het niet een adequate reactie was op de problematiek zoals die in de jaren, zeg maar sinds het begin van de verzelfstandiging, zich had geopenbaard. En ja, ik denk dat daar ons verhoor vooral over gaat. Ja. Ik bedoel, de hele middag, dat ging van de missie van de woningcorporaties, de functionaliteit, de rechtmatigheid, dus integriteit. Het ging over governance, toezicht. Ja, er waren best wel dingen in het rapport die ik goed vond, maar er waren er misschien wel meer die ik niet zo goed vond. Wat waren de grootste punten die je niet goed vond? Nou, dat is moeilijk samen te vatten, maar als ik het probeer, dan zeg ik, dan was het rapport te lezen als laat ons onszelf reguleren en dan komt het wel goed. Dat is de kern. Ik denk dat is vol te houden dat dat de kern is van het rapport. Ja. U neemt het advies van de stuurgroep niet onverkort over. En de heer Van Leeuwen, destijds voorzitter van EDES, was not amused, daarover zei hij hier. Hij was van mening namelijk dat in het onderhandelaarsakkoord tussen minister Vogelaar en EDES eigenlijk stond dat de minister het advies van de stuurgroep 1-op-1 zou overnemen. Het was volgens hem geen advies, maar een uitwerking van een afspraak. Waarom kwam je deze afspraak dan niet na? Omdat hij zich vergist dat het een afspraak was. Het was geen afspraak. Zo bracht hij het. En zo heeft hij het misschien ook beleefd. Maar dat kan natuurlijk niet zo zijn dat het stelsel van de woningcorporaties en de wijziging daarvan, dat aan diezelfde corporaties zou worden overgelaten, weliswaar met participatie van ambtenaren. Dat is iets van het parlement en de regering. Ja. En u sprak daar met hem over. En hoe verliep dat gesprek? Ja, dat was denk ik niet het allervrolijkste gesprek in mijn 15 maanden ministerschap. Maar hij betrok inderdaad die positie in het gesprek. En dat was, ik denk heel snel, dus nadat dat rapport gemaakt was, dat we erover spraken. En ik kreeg in de loop van het gesprek in de gaten dat hij dat zo zag. En toen vroeg ik hem, bedoel je nou eigenlijk dat ik bij het kruisje moet tekenen? En toen zei hij ja. Nou ja, toen heb ik ook iets teruggezegd. Wat was dat? Dat hij zijn koffie op kon drinken en weg kon gaan. Want zo werkt het niet. Helder. De stuurgroep Meijerink stelde onder meer voor om een nieuwe onafhankelijke toezichtsautoriteit te benoemen of in het leven te roepen. Waarvan een aantal van de bestuursleden werden voorgedragen door de sector. Waarom nam u dat voorstel niet over? Nou,
U zult het ongetwijfeld goed zeggen, maar dat is dan een element, ja, een element. In een geheel. Ja, ja. En ik weet niet precies, ik heb in de brief die later gestuurd is, in juni, geprobeerd zo precies mogelijk aan te geven waar ik het wel overnam en waar ik het niet overnam. En mij staat nu niet helemaal bij dat ze überhaupt geen mensen mochten voordragen. Nee, niet geen mensen. In het rapport staat een aantal bestuursleden wordt voorgedragen door Edes en vervolgens door de Kroon benoemd. Ja, en dan kon de Kroon dus nee zeggen tegen door hen geselecteerde mensen. Was dat niet zoals het bedoeld was? Dat was eigenlijk niet meer de bedoeling. De Kroon moest vooral ja zeggen. Ja, maar in ieder geval het bakje waaruit geselecteerd werd, werd gemaakt door de corporaties. Ja. Ja, dat vind ik vreemd. Ja. Dat, kijk, eigenlijk is dit een rode lijn in de contacten met Edes geweest. Mm-hmm. Dat men steeds terugduwde als je zei, ja, maar dit gaat om maatschappelijk vermogen. Ooit betaald door, opgebracht door de combinatie van de huurders en het Rijk. En daar moet en mag de overheid zich intensiever mee bemoeien dan in allerlei voorstellen van jullie is geregeld of geborgd. Ja. En dit is er dan één van. Ja. Kijk naar collega Hatje. Ik heb nog twee vervolgvragen. U vatte net het rapport van de stuurgroep Meijerink als laat ons onszelf reguleren en dan komt het goed. En u gaf ook een heel helder antwoord wat u van het rapport vond, namelijk slecht. Waarom vond u het slecht? Nou, omdat de oplossing voor alle problemen die gebleken waren in die 15, ik moet het goed zeggen, in ongeveer die 15 à 20 jaar daarvoor, niet zouden worden opgelost met meer zelfregulering, want daar had die sector dus 15 tot 20 jaar al de tijd voor. En het was bepaald niet opgelost, maar juist steeds verder weggedreven van wat oorspronkelijk de missie en de taak was. En u gaf aan dat u in het gesprek met de voorzitter van de brancheorganisatie Edes, de heer Van Leeuwen, dat u tegen hem zei, u kunt uw koffie opdrinken en weggaan. Is hij nog teruggekomen? En daarmee bedoel ik dus, heeft dit de verstandhouding, heeft dat nog impact gehad op de verstandhouding? Ik herinner me echt dat ik dat gezegd heb, maar dat betrof de bespreking over hoe het verder moest met het rapport van de heer Meijerink. Ik had ontzettend vaak overleg met hem over allerlei andere dingen. Dus het heeft, we hebben elkaar ontzettend vaak getroffen. Totdat hij aftrad in het voorjaar, was het, meen ik. Collega Mulder. Meneer Mulder, u vervolgt. Stelt u een zogeheten beleidsbrief op in juni 2009. Een arrangement is overheid en woningcorporaties. Het arrangement ging uit van corporaties als private maatschappelijke ondernemingen met een publiek belang. Waaronder de brede zorg voor wonen. Hoe zou u dat publieke belang willen omschrijven? Het publieke belang is op meer manieren te benaderen. Eén ding is die geschiedenis waar ik al iets over zei. Dat het maatschappelijk vermogen is wat opgebracht is door de huurders en door het Rijk. Belastingbetaler. Dat is natuurlijk één manier om er naar te kijken. Een andere manier is de sector zorgt voor de sociaal zwakkeren op de woningmarkt. Dat is natuurlijk ook een publiek belang. Ja, dat zijn denk ik de twee grootste categorieën. Maar daar had je natuurlijk ook hun bijdrage aan leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed, waar misschien ook nog op komt. En misschien is dit het moment om te zeggen dat ik dus kritisch was ten aanzien van die voorstellen en hoe Edes optrad en sommige corporaties waar we vast nog over komen te spreken. Maar ik was juist kritisch omdat ik op zichzelf een grote affiniteit heb met die sector en zijn publieke belang. Misschien is het een beetje huiselijk gezegd, maar wie men lief heeft, die kastijdt men. Ik was geïnteresseerd in de sector. En daarom was u kritisch, omdat u graag wilde dat ze het goed deden. Ja, er stond veel op het spel. Ja. U gaf net een omschrijving van het publieke belang. Als ik dat goed beluister, bent u dus eigenlijk voor een brede taakopvatting van corporaties. Zorgen voor mensen met een wat plattere portemonnee, leefbaarheid, maatschappelijk vastgoed. Klopt dat? Ja, maar weer wel duidelijk beperkt of ingekaderd. Dus voorzichtig ten aanzien van commerciële activiteiten. En vooral kijken naar de groep die hen het hardste nodig heeft. En dat zijn de sociaal zwakkeren op de markt. En dat is in Nederland een heel groot aantal in relatie tot andere landen. Dus daar zijn we inderdaad soepel in het land. Maar heel belangrijk is dat. Ja. Los van doelgroepen, zoals daklozen of zieken of psychiatrische enzovoort. En welke rol zag u weggelegd voor zelfregulering in de sector? U heeft er net iets over gezegd richting Edes, maar hoe kijkt u ernaar? Nou, ik vind zelfregeling op zichzelf
heel goed. Dat mensen, dus je begint te kijken van kun je het zelf? Mm-hmm. En wat is dan in de architectuur van een stelsel qua taken en governance nodig om dat tot een succes te maken? Maar daaromheen moet je een kader hebben van regels om te zorgen dat het ook echt goed gaat. Dus dat je de feiten op tafel krijgt, dat je dus door goed toezicht, dat je kan handhaven als iemand uit de bocht vliegt, dat je niet bedot wordt. Dat zijn allemaal dingen. Maar ik vind zelfregeling op zich niet een slecht iets, alleen het is niet genoeg. In uw beleidsbrief constateert u dat vooral het interne toezicht bij corporaties faalt. En dat wordt dan een van de belangrijkste thema's ook in uw brief. Welke beleidsmatige conclusies trok u uit de constatering dat het interne toezicht faalde of beter kon? Nou, heel veel. En misschien mag ik u noemen. De brief van april, 3 april van dat jaar, 2009. Daar was ik al ingegaan op wat er in die eerste maanden zich allemaal had voorgedaan, met name toegespitst op Rochdale en de SGBB, of SGBB heet het, meen ik. En dat zag vooral op toezicht en controle en zeg maar even de integriteitsaspecten. En dat werd ook een belangrijk onderdeel van de brief van juni. Maar de junibrief was natuurlijk, ging over het hele stelsel. Dus ook waartoe zijn corporaties op aarde vandaag de dag enzovoort. Maar wat schreef u over het interne toezicht? Weet u dat nog? Ja, dat weet ik nog wel. Maar dat is dus voor een belangrijk deel een herhaling van wat ik in april had geschreven. Of een uitwerking van wat ik in april had geschreven. Kunt u toch nog vertellen hier? Tuurlijk. Nee, maar dit was allemaal niet om het niet te willen vertellen, even de context te geven. Dat daar heel veel meer nodig was dan er op dat moment geregeld was. Niet omdat dat leuk is of omdat het per se allemaal moet, maar omdat dat nodig kan zijn. En dan moet het er zijn. En dat zijn dingen als het in zijn kracht zetten, het meer in zijn kracht zetten van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, door het ook. Nu moest het aan de hand van verslagleggingen rapportages maken. Geef ze meer mogelijkheden om te onderzoeken en ook de organisatie in te gaan als dat nodig is. Wat ik dus in april al gedaan had met de VROM-inspectie en dat meldpunt en al die dingen. Ook een betere governance, dus wie kunnen de commissaris worden, hoe lang kunnen ze commissaris zijn. Wie mogen commissarissen voordragen, wat moeten commissarissen doen. Een voorbeeld is, ik had toen het idee dat ze verklaringen moesten afleggen over de juistheid van bepaalde, van bijvoorbeeld hun jaarverslagen. Eigenlijk staan er in die brief, ja, ik denk vele tientallen dingen die ik in de loop van de tijd, die maanden, nodig was gaan vinden en graag met de Kamer wou bespreken. Ja, in de brief stond ook iets over het externe toezicht, dus niet het interne toezicht, de commissaris, maar het externe toezicht. U stelt bijvoorbeeld later in de conceptherzieningswet voor een bundeling van het financieel, het volkshuisvestelijk en het integriteitstoezicht in de zogeheten woonautoriteit. Waarom was dat? De woonautoriteit was ook al bedacht door Meijerink in het rapport waar we het er straks over hadden. En ik vond een autoriteit op zich geen slecht idee. En ook dat die dan zou gaan over al die aspecten. Dus volkshuisvestelijk, doen ze wat ze kunnen. Want sommige, je moet wel ook corporaties aanspreken die achterover blijven zitten. Natuurlijk de functionaliteiten van dat het sober was en doelmatig. En die integriteit. En dat leek mij niet onverstandig om dat in één instituut te brengen. Nee. En dat wilde u onderbrengen bij het Centraal Fonds? Ja, dat is een van die discussiepunten met EDES. Ik begin de zin verkeerd. Het Centraal Fonds is, geloof ik, zo ongeveer ontstaan vanuit EDES. En zoals dat met, wij spreken kinderen die op dezelfde school gezeten hebben. Er kan al op het schoolplein iets misgegaan zijn. En dat wreek zich jaren later nog. Het was een ongewenst kind, hebben wij eerder gehoord. Zo wordt het door sommigen gezegd. Van Edis. Ja. Maar ik vond dat er weinig mis was met het Centraal Fonds. Mm-hmm. Dus het voorstel van Meijerink om het Centraal Fonds af te schaffen, dat was een van de dingen waarvan ik zei, hoezo? Laten we het Centraal Fonds optuigen en sterker maken. Want er was het nodige dat verbeterd kon worden. Maar ik wilde ze dus juist wel graag behouden. Dus dat was de kern. En door dat toezicht buiten het ministerie te plaatsen, ontloopt u dan niet uw ministeriële verantwoordelijkheid? Ja, maar ik deed precies het tegenovergestelde. Als wat Meijerink had gedaan. Mm-hmm. Het eerste toezicht, dat mocht buiten het ministerie plaatsvinden. Mm-hmm. Maar vervolgens had ik een aantal dingen
bevoegdheden behouden aan, aan de minister, dus de regering. En dat was nou net een van die discussiepunten. Zij wilden het echt vrijwel allemaal laten doen. Ik geloof dat de minister alleen nog over de intrekking ging en nog een enkel dingetje. Maar ik had toch het idee dat een minister, omdat het hier maatschappelijk vermogen is, meer bevoegdheden moest hebben. Niet omdat je op voorhand niet vertrouwt in die autoriteit. Maar als er iets gebeurt, dan wordt de Tweede Kamer kwaad. En dan moet de Tweede Kamer ook een manier hebben om daar gevolg aan te geven. Nou, daartoe dient de minister. Dus het buiten het ministerie plaatsen en het onderbrengen van toezicht bij het Centraal Fonds was juist niet iets om de ministeriële verantwoordelijkheid te ontlopen. Daar is discussie over en nog steeds over waar plaats je toezicht, binnen of buiten het ministerie. Nou, ik heb er dus geen bezwaar tegen om de eerste ring van het toezicht buiten het ministerie te plaatsen. Maar een groot verschil met het rapport Meijerink was dat de minister bevoegd bleef om de zwaarste sancties toe te passen. Ja. En Edis was het daar niet zo mee eens, zei u net? Totaal niet mee eens. Totaal niet. En wat betekende dat voor de relatie met de sector? Werd hij daar beter van? Of slechter? Nou, ik maak nu weer even, als u het goed vindt, zo'n algemene opmerking als ik zo even al maakte. De sector waren toen iets van 400 woningcorporaties. Nee. Van wie, dat bleek ook een keer uit een integriteitsonderzoek, zo ergens tussen de 80% en 90% gewoon goed zijn werk deed. En betrouwbaar was. En dat is een van de nare dingen van deze ontsporing in de laatste 15 jaar. Er zijn een heleboel goed functionerende corporaties in een kwaad daglicht komen te staan om wat de minderheid deed. Dus dat was voor iemand die zich partner voelt van de sociale woningbouwsector een extra reden om te zorgen dat de kwaaien hard werden aangepakt. Uw voorstel voor de herzieningswet kreeg forse kritiek van de Raad van State. De Raad van State vond de autoriteit onnodig. En ook had de Raad van State bezwaar tegen uitbreiding van het werkdomein van de corporaties met activiteiten op het terrein van de herontwikkeling van onroerende zaken buiten de wijken waar de woningen van de woningcorporaties zijn gelegen. Dan kwam dat Raad van State advies. En u was geen minister meer. Maar betekent dat nou dat Raad van State advies dat u uw huiswerk niet goed had gedaan? Ik weet het niet, want ik ken het niet, het Raad van State advies. U heeft ook niet meer, toen u minister af was, ook niet meer opgelet. Dat kan trouwens, maar. Nou, ik volgde het natuurlijk nog wel met bijzondere interesse. Maar ik werd burgemeester van Amsterdam. En u kunt zich wellicht enige voorstelling maken over hoeveel tijd dat overlaat om nog te volgen wat de Raad van State vertelt over een bepaald wetsvoorstel. Ja, ik weet in ieder geval één ding. Dat is dat de Kamer in het debat wat ik heb gehad over de junibrief en trouwens ook allerlei maatschappelijke instanties tamelijk enthousiast waren over het plan en het zagen als een sterk ingrijpen in die ontspoorde sector. Ja. Maar de Raad van State was minder enthousiast, maar goed, dat was eigenlijk na uw tijd. U was toen al burgemeester. Ja, maar ik kan mij niet verweren tegen een advies wat ik niet ken. Nee, dat begrijp ik. Daarom zeg ik ook, u was geen minister meer en dan. Ja. Ik kijk naar collega Hatje. Ja, u gaf aan dat in ieder geval vanuit het rapport van commissie Meijerink dat ze het Centraal Fonds wilde afschaffen en u wilde het juist optuigen. Had u nog een oordeel of in ieder geval een verklaring of een interpretatie bij dat voorstel vanuit die commissie om het Centraal Fonds af te schaffen? Eerlijk gezegd, mevrouw Hatje, snapte ik het helemaal niet. Waarom ze dat wilde. En vandaar dat ik net een beetje flauwige opmerking maakte over ruzies van vroeger. Maar het had natuurlijk ook iets te maken met niet op de huid gezeten willen worden. Tenminste, dat veronderstel ik. Want ik heb op heel veel momenten gezien dat als ik ergens ingreep, en u weet dat, we kunnen over de feiten, zullen we zeker komen te spreken nog. Ik heb heel vaak ingegrepen. Maar dat heeft nooit tot enthousiasme geleid bij Edes. Die vonden altijd, waar bemoei je mee? Nou, ik denk dat een vergelijkbare kijk bestond bij Edes naar het Centraal Fonds. Want dat was natuurlijk ook een club die wou ingrijpen en ingreep. Als het gaat om Edes, als we kijken naar uw voorgangers, minister Winsemius, maar ook minister Vogelaar, die zochten expliciet de samenwerking op met Edes. U brak met in ieder geval die lijn. Dat heeft u bewust gedaan, neem ik aan. Kunt u daarop reageren? Ik heb wel de samenwerking ook gezocht. Want je bent natuurlijk maatschappelijke partners. De overheid en de overheden, want het speelt ook voor gemeentes.
huurders, corporaties, ja, dat is een heel dorp, zou ik zeggen. Alleen, ik vond tegelijk dat er veel mis was in die sector. Dus je kunt samenwerking zoeken en toch kritisch zijn. En dat heb ik geprobeerd beide te doen. Mm-hmm. Maar zegt u daarmee dat uw voorgangers dan minder kritisch waren in hun vorm van samenwerking? Ik zeg daarmee, mevrouw, had je helemaal niks over mijn voorgangers. Want ik weet niet wat in hun tijd het belangrijkste was, wat zij vonden. Maar ik weet dat ik probeerde die partners, zeg maar, ook als partners te behandelen en in hun kracht te krijgen. En tegelijk was ik als minister verantwoordelijk voor het eindresultaat en moest ik ook af en toe streng zijn. Maar u koos dus bewust voor een andere vorm van samenwerking dan tot nu toe, in ieder geval vanuit uw voorgangers, werd vormgegeven. Ja, dat mag u eigenlijk wel zo samenvatten. Want het was, en dan niet als een assessment, als een beoordeling van wat mijn voorgangers gedaan hadden, maar ik ging niet aan de kant voor hun claim, we doen het allemaal zelf. Meneer Mulder, u vervolgt. Dan gaan we naar Brussel, naar de Europese Commissie. Want u kreeg tijdens uw ministerschap te maken met het zogeheten staatssteundossier. Want de helft van alle woningcorporaties had bezwaar aangetekend tegen de zogeheten vogelaarheffing. En we hebben begrepen dat in uw inwerkdossier duidelijk werd dat uw voorgangster op voorspraak van de Kamerleden De Pla en Van Bochhoven zich niet akkoord had verklaard met de inkomensgrens en de uitsluiting van maatschappelijk vastgoed als publieke taak van een woningcorporatie, zoals Brussel voorschreef. En uw ambtenaren schetsten, toen u aantrad, een scenario van een standstill, wat betreft de krachtwijkenaanpak, of het grote risico dat individuele corporaties naar de rechter zouden stappen. Hoe schatte u deze twee scenario's in? Ik weet dat ik als oud-advocaat, ik was heel lang advocaat geweest, meer dan sommige woningcorporaties me toch wel zorgen maakte over de rechtsgang in Europa. Want er waren mensen die zeiden, Europa heeft gewoon helemaal niks te maken met ons systeem. En we lopen dus ook geen enkel risico. Maar het is een slechte advocaat die aan de voorkant van een procedure zegt, we lopen geen enkel risico. Ik vond niet dat er, ik zal niet zeggen dat er een huishoog risico was, maar er was wel degelijk een risico. Omdat onze corporaties kunnen goedkoper lenen dankzij achtervang van de overheid. En dat is op te vatten als staatssteun en dat deed Brussel. Ja. Dus ik wou wel proberen de kans dat er iets mis zou gaan te minimaliseren. Ja. En ben daarom ook de onderhandeling ingegaan met Europa, mevrouw Koes. Ja. Mevrouw Vogelaar zei vanochtend, als het ging om het staatssteundossier, zei ik rek tijd. En ze zei ook, ik gaf het geen prioriteit. Was dat nou verstandig? Nou ja, zoals ik net aan mevrouw Hatzi zeg, ik geef liever geen oordelen over wat er in het verleden gezegd is, maar ik vertel over mezelf. U vond dat te haast gemaakt moest worden en u stapte er direct op af. Ik voelde inderdaad een bepaald risico en wou dat risico graag opgeheven zien. Door een regeling te treffen die dan aanvaardbaar was voor ons in Nederland. Want als dat niet was gebeurd, dan waren de risico's inderdaad zoals geschetst, een complete standstill van de krachtwijkenaanpak? Nou, het ging over veel meer dan de krachtwijkenaanpak. Ja. Daar heb ik nog een herinnering aan. Het ging eigenlijk over het hele stelsel. En de geluiden uit Brussel waren dat ze het hele stelsel in strijd vonden met de staatssteunregels. En dat stond op het spel. En dat vind ik nogal wat. Vandaar, je kan wel een klein risico zien, maar als de schade enorm is, dan moet je optreden. Ja. Wat u nu noemt van de projectsteun, daar heb ik een bijzondere herinnering aan. In eerste instantie werd helemaal niet gedacht dat de projectsteun ook staatssteun was. Wat is de projectsteun ook weer precies? Sorry, dat is de heffing die over de corporaties werd geheven en waaruit voor een deel de wijkaanpak werd betaald. Ja. Dus dat kwam eigenlijk in mijn herinnering pas later naar voren als een extra risico. Ja. En ik weet niet of dat in de tijd van mevrouw Vogelaar überhaupt al in beeld was. Maar dat kwam bij mij op tafel. Het was een extra aansporing om wel degelijk tempo te maken. Ja. Toen ging u naar Brussel zelf ook? Ik ben, ik geloof wel twee keer naar Brussel geweest. Ja. U ging daar praten of onderhandelen. Was u er verbaasd over dat je met Brussel kon onderhandelen over de inkomensgrens en de definitie van maatschappelijk vastgoed? Je zou zeggen, als iemand toest op mededinging, er is gewoon een norm en daar voldoe je wel of niet aan. Nee, ik was daar eerlijk gezegd niet verbaasd over, want of iets nou uiteindelijk een relevant staatssteuneffect heeft,
Dat kan in heel veel verschillende factoren zitten. En als je de ene knop wat verder mag opendraaien, dat je dan de ander wat meer dichtdraait, dat vind ik eigenlijk niet zo gek. Nee. Dus ik heb me daar nooit over verbaasd. Dus u heeft zich er ook niet over verbaasd dat er blijkbaar 19 categorieën maatschappelijk vastgoed zijn volgens Europa? Nou, ik heb soms wel eens stukken gezien waar ik me inderdaad wel over verbaasd heb. En dan probeerde ik dat weer simpel te maken. Mm-hmm. En het aardige was, ook mevrouw Kroes, die namens de Europese Commissie onderhandelde, probeerde ook de dingen gewoon op hoofdzakelijk niveau te zien. Ja, dan was vervolgens weer een ambtenaar om ook die 19 categorieën netjes op te schuiven. Er was al 8 jaar gesproken door het ministerie en verschillende bewindspersonen met de Europese Commissie. Waarom lukt het u nou wel om na 8 jaar een akkoord te sluiten met de Europese Commissie? Nou, misschien omdat eerdere bewindspersonen het expres niet deden. En dat daar zat ik dan anders in als dat zo was. Ook is het zo dat als ik pas aan zet kom na 8 jaar, dat ik natuurlijk meer tijdsdruk voel en dat argument ook kan gebruiken, meer naar mijn omgeving. Maar het was ook zo, en dat is nog niet revue gepasseerd. Ik zag ook wel een mogelijkheid. Ik vond, dat hebben we net besproken, dat de woningcorporaties op een aantal terreinen waren ontspoord, althans sommige. En ik zag de basiswens van Brussel van, die woningcorporaties moeten zoveel mogelijk terug naar hun eigen oorsprong. Dat zag ik als in lijn met wat ik ook zelf wilde. Ja. Dus ik had ook ik had bij wijze van spreken geen hekel aan praten met Brussel. Want je kon dan 2 vliegen in 1 klap staan. Je kon dat risico opheffen. Ja. Dat ze het hele stelsel zouden doorstrepen. En je kon... het was ook een soort rugwind om het gesprek met de corporaties te voeren over, let nou vooral op je kerntaak. Ja. De eurocommissaris op dat moment was de commissaris mededeling. Mededing, dat was een Nederlands mevrouw Kroes. Speelde dat ook nog een rol dat zij Nederlands was? In welk opzicht een rol bedoelt u? Nou, dat ze bijvoorbeeld, kan alle kanten op. Daarom probeer ik de vraag ook open te stellen. Ja, het kan zijn dat ze de sector goed kent, dus weet waar het over gaat. Het kan zijn dat ze denkt, ik ben Nederlands, ik mats de minister. Het kan alle kanten op. Dus daarom is mijn vraag, speelde dat nog een rol? Nou, het heeft 1 rol zeker gespeeld. Dat is dat mijn Nederlands veel beter is dan mijn Frans of Duits of Engels. Bovendien had ik haar wel eens ontmoet, dus ik had gewoon een open gesprek met haar. En zij, het is natuurlijk ook makkelijk, als ik bepaalde argumenten voerde, dan hoef je dat niet helemaal uit te leggen aan haar, want vanwege haar afkomst had ze dat wel eens eerder gehoord of kon ze het plaatsen. Dus ik denk dat het hier zeker heeft geholpen, zo bekeken. Okay. Maar ik was zo vrij om u eerst een paar voorbeelden te geven van in welk opzicht het een rol gespeeld zou kunnen hebben. Ik kijk naar collega Hartje. Ja, u gaf aan, meneer Van der Laan, dat u geen oordeel wil geven over het verleden, maar deze commissie heeft toch vragen die zij stelt en waarvan ze toch graag een antwoord op wil hebben. En daarom heb ik nog de vraag aan u. Vond u dat uw voorganger, minister Vogelaar, het staatssteundossier te lang heeft laten liggen? Ik weet dat u mag vragen wat u wilt en dat ik moet antwoorden als getuige. Maar het gaat om de manier waarop ik antwoord. Dat bedoelde ik net. Mm-hmm. Als je als minister tussendoor aantreedt in opvolging van, dan is de eerste 100 keer dat je iets gevraagd wordt, gaat over je voorganger. En ik heb 0 keer iets gezegd. En ook in de periode daarna. En dat is, ik kan vertellen over mijn waarnemingen en opinies op dat moment. Dat is, als u het goed vindt, de manier waarop ik uw vraag beantwoord. En ik vond, op dit dossier, dat er tempo gemaakt moest worden. Echt tempo gemaakt moest worden. Maar zegt u daarmee dat uw voorganger, dat u vindt dat uw voorganger dat te lang heeft laten liggen? Dat zeg ik daarmee niet. En ik heb daar dan geen uitlating over gedaan. En dat is natuurlijk uw recht om dat te doen. U wilt dus niet uw mening geven, begrijp ik uit uw antwoord. Ik vind dat niet zakelijk van mij. Ik heb u precies verteld waarom ik vond dat het te lang bleef liggen. Ik begrijp het vanuit uw positie, maar daarom gaf ik ook aan dat de commissie een vraag niet voor niets stelt. Ja. Maar u wilt daar dus geen antwoord op. Nee. U moet goed begrijpen dat ik uw vraag niet bekritiseer, maar ik moet zelf mijn eigen positie bepalen in of ik over personen oordeel, dan wel over situaties en dossiers en feiten en wat ik me herinner.
Dus snapt u wat ik bedoel? Ja, maar mijn vraag is gericht niet op de persoon, maar op het feit dat u dat departement binnenkomt. En u heeft daar wellicht een mening over het feit dat het staatssteunsdossier zo lang heeft stilgelegen. Dat is de vraag. En u... Daar kan ik antwoord op geven zo. Ik voelde urgentie om dat te doen, want ik zag dus een risico waar sommige anderen dat niet zagen. En wat nog niet aan de orde is gekomen, dit werd niet alleen behandeld door mensen van het departement van Vrom, maar er waren ook mensen bij betrokken van, ik denk buitenlandse zaken of economische zaken, ik weet het even niet. Maar er kwamen ook wel mensen mijn kamer binnen die zeg maar verantwoordelijk waren voor de relatie met Europa en niet zozeer vanuit de volkshuisvesting kwamen. En die waren, dat herinner ik me heel duidelijk, in mijn ogen veel verontruster dan de volkshuisvestingsambtenaren. En die waren ook, mag ik zeggen, veel makkelijker. Dus die hadden helemaal niet... Ik wou mijn poot stijf houden naar Brussel op een aantal principes. Ik hoop dat dat een duidelijke, dat dat iets toevoegt aan wat... Dank u, mevrouw Aschie. Meneer Van der Laan, kijk, de vraag inderdaad die we stellen, die vinden we als commissie zeker allemaal relevant. Als ik u nu vraag, toen u minister werd, en u trof daar een boedel aan, en u pakte de draad op, wat vonden dan uw ambtenaren van het dossier Europa en staatssteun en de urgentie? Die moeten iets hebben gevonden van, minister, de kaarten liggen zo. Wat zeiden ze? De meer economische en buitenlandse zaken georiënteerde ambtenaren, die vonden dat het heel snel geregeld moest worden. Maar die waren, als ik het heel erg huiselijk samenvat, van we moeten gaan liggen voor Brussel. En de volkshuisvestingsambtenaren, die hadden minder gevoel van urgentie. En die waren graag bereid om met mij het poot stijf te houden. Maar dat zijn twee categorieën ambtenaren die alle twee op uw departement zaten? Ja, of die in ieder geval bij een overleg over Brussel aanschoven. Dus ik maak even voorbehoud of ze wel op Vrom werkten. Want ik denk dat op zo'n moment ook vanuit, en dat is ook heel verstandig, vanuit binnenlandse zaken, buitenlandse zaken, deskundigen aanschuiven. Of het nou bij landbouw is, of milieu, of bij volkshuisvesting. Om dan de Brusselse gebruiken uit te leggen. En die waren verontrust. Meneer Mulder. Dank, voorzitter. Dan gaan we naar het onderwerp beloningen. Als u nog geen twee weken minister bent, krijgt u ook een brief van de voorzitter van Edis, de heer Van Leeuwen. En hij schrijft dat het betrekken van salarissen van corporatiebestuurders bij de discussie over topsalarissen in de semi-publieke sector principieel onjuist is, omdat woningcorporaties private organisaties zijn. Wat vond u van zijn brief en zijn argumenten? Nou, dat vond ik niet sterk en ik was er in ieder geval erg mee oneens. Dan heeft u weer twee weken later uw eerste bestuurlijk overleg met Edis op 9 december 2008. En u plaatste toen het onderwerp topinkomens zelf op de agenda van het overleg. Wat wilde u daarmee bereiken? Op dat moment speelde, dat was al heel snel nadat ik aantrad als minister, dat werd getrokken door de minister van Binnenlandse Zaken, dat over allerlei sectoren die wet normering topinkomens, of hoe die ook alweer heette, zeg maar de balken en de normdiscussie, die speelde toen. Ik moest daar ook een keer voor naar een overleg met de Kamer. Waar het, dan ging het over de sector onderwijs, de sector zorg en ook de sector wonen. Dus ik had er al vrij snel mee te maken en ik had er ook een opvatting over. Maar hier ga je dus terug naar het principiële verschil tussen de heer Van Leeuwen, Edis en mij. Hij zegt het zijn private organisaties en ik zeg het zijn maatschappelijke organisaties. En dat heeft u ook gewisseld in dat gesprek? Ongetwijfeld. En hoe verliep dat gesprek toen? Weet u dat maar nog? Daar heb ik geen bijzondere herinnering meer aan. Maar ik herinner me wel over de inhoud iets, maar niet specifiek aan dat gesprek koppelend. Zij hadden een eigen onderzoek al jaren daarvoor gedaan. Easabout, zegt u nou? Easabout-code, dat is zeg maar de beloningscode van de sector. Ja, en dat was voor hen heilig, alweer zelfregulering. En ik vond dat zij aan de balken en de norm moesten voldoen. Ja. Dat vond u, maar er waren op dat moment geen wettelijke middelen voor om de beloning in de sector te beteugelen. Ja, u had misschien wel het BBSH kunnen gebruiken, want daarin staat dat corporaties een sobere en doelmatige bedrijfsvoering dienen te hebben. Dus u had dat misschien kunnen gebruiken om in te grijpen in de salarissen. Nou, dat zou ook zeker zijn gebeurd. Uw Kamerlid, of niet uw Kamerlid, het Partij van de Arbeid Kamerlid De Plaas stelde dat ook voor. Nee, maar ik heb, meen ik, ook in de brief van juni iets over de salarissen gezegd. En anders in een andere brief.
Maar ik vind dat dat was een instrument om het te doen. Ik weet niet of het zover gekomen is, maar ik heb die positie betrokken dat het zo zou moeten zijn. Waarbij je overigens altijd een verschil moet maken tussen bestaande contracten die je veel moeilijker kunt wijzigen en wat er in de toekomst dan zou gebeuren. Ik heb nog in het kabinet, je mag natuurlijk niet te veel praten over de discussie in het kabinet. Maar toen ik aantrad was er al een soort voornemen gemaakt, ik geloof aan de hand van de commissie Dijkstal. Ja, dat is bijna 10 jaar geleden, ja. Ja, om ze te rubriceren. En toen waren de woningcorporaties, die mochten, nou ja, ik heb nu meer het getal in mijn hoofd dan de definitie, maar die konden bijvoorbeeld 2,5 ton verdienen of à la Isebout. En ik heb in die zitting toen, waar mevrouw Ter Horst bij was en ook, ik denk dat Plasterk er ook, of nee, onderwijsminister en de zorgminister Klink, ik heb toen gezegd dat ik dat vond, dat ze aan de balkennennorm moest voldoen en dat ze dus in een andere categorie terecht moesten. Dan vallen ze in het zwaarste regime, hè? Ja. Ja, exact. En ik weet dat collega's van mij uit de zorg en de onderwijssector en mevrouw Ter Horst, die dit, meen ik, trok als minister van Binnenlandse Zaken, die ze hebben mij wel verteld, dit is een afwijking van wat er eerst was afgesproken in het kabinet. Dus u bent tegen het kabinetsbeleid ingegaan? Nou, tegen het voornemen, want dat kwam nog in overleg met de Kamer. En intussen er gebeurde er van alles. Hè? Er bleek van enorme ontsporingen. Had u een beetje voor uw beurt gesproken, begrijp ik dat goed? Nee, nee, want ik ging niet voor niks naar een overleg toe. En een overleg is een overleg. Ja, ja. Dus de Kamer en, en de regering wisselen dan argumenten. Ik weet dat de Kamer erg enthousiast was over wat ik zei. Maar het was niet het kabinetsvoornemen. Ja, ik vraag niet het oorspronkelijke kabinet. Ik ben niet afgestraft in het kabinet voor wat ik deed. Maar het was niet vanzelfsprekend, laat ik het zo zeggen. En toch bent u erin geslaagd om dat voor elkaar te krijgen? Nou ja, geslaagd. Volgens mij kostte dat niet veel moeite, want de Kamer vond het ook. Ja, nog steeds is er in de sector sprake van hoge beloningen. En we horen ook over opmerkelijke vertrekregelingen. Had u niet nog meer kunnen doen om dat soort beloningen en vertrekregelingen aan te pakken? Meer dan wat. Er is zo'n stapel brieven van mij te vinden in al die concrete incidenten die er zijn geweest. Ik mag dit niet zo zeggen, maar ik ben echt heel... Waarom? Laat ik dat eerst zeggen. Ja. Het salaris van iemand aan de top zegt veel over de missie van de organisatie waar die de baas van is. En het is dus heel belangrijk dat dat een maatschappelijk salaris is. Want daarmee maak je ook duidelijk dat de missie maatschappelijk is. Dus het is niet zomaar iets om over salarissen te praten. Dat is heel belangrijk normerend. En daar heb ik heel veel over gepraat, gezegd. En dus inderdaad met de Kamer bewerkstelligd dat ze zouden moeten gaan voldoen aan de balken en de norm. Wat het achterhaalde woord is voor die wet. Edes, dat zelf ook... Dan moet ik het neutraal zeggen, had zelf ook iets met salaris- en vertrekregelingen. Kun je wel zeggen? Ja. De heer Van Leeuwen vertrok, die kreeg 1 miljoen mee. En de heer Calon trad aan en die kreeg 150.000 euro. Een management fee voor 3 dagen. Heeft u ze daarop aangesproken? Dat is zo'n voorbeeld waar ik me ermee moest bemoeien en wilde bemoeien overigens. Ik heb me met het vertrekbedrag van meneer... Van Leeuwen bemoeid. Ik kreeg op een vrije dag. Het was een doordeweekse vrije dag, dus het zal Pinksteren zijn geweest of Hemelvaart, dat ben ik vergeten. Maar een telefoontje van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van EDES, meneer Alders, dat dit was afgesproken. Nou, dat is ook geen vrolijk gesprek geweest, want ik vond het een zeer onmaatschappelijk bedrag. En ik, ja, de optelsom. Er was ook weer sprake van het betalen van dingen die waren afgesproken aan de voorkant. Wat een veelgebruikte manier is om iemand een vertrekpremie te geven. En dat vind ik verfoeilijk. En dat was dus echt naar. En de Kamer was ook razend. Ja. En welke woorden heeft hij gebruikt in dat telefoongesprek met de heer Alders? Dat weet ik niet meer. Het zullen niet mijn meest beschaafde momenten geweest zijn. En heeft hij ook met de heer Van Leeuwen persoonlijk gesproken? Ik weet niet of ik toen nog zelf met hem gesproken heb hierover. Ik weet dat er een afscheid van hem gepland was en dat is afgelast.
En met de heer Calon, die 150.000 euro management... Met hem heb ik persoonlijk gesproken, want ik vond dat ook een te hoog salaris. En de voorzitter, of moet ik zeggen directeur, dat ben ik even vergeten, de voorzitter van EDES. Mm-hmm. Voorzitter, ja. Op wiens initiatief was dat gesprek met de heer Calon? Op mijn eigen initiatief. Op uw initiatief. Want we kregen, geloof ik, via de krant te horen dat hij dat zou verdienen, wat u zei, voor 3 dagen. En het was natuurlijk heel belangrijk dat hij als nieuwe voorzitter mm-hmm. een goede start zou maken. En het was een ongelukkige start als die werd, verontreinigd met ja. meteen een salarisdiscussie, een regelingdiscussie. En ik moet u zeggen, ik heb Calon ook later leren kennen. Dit was mijn eerste kennismaking. Mm-hmm. Ik had de man nog nooit gezien. Maar dit was een stevige eerste ontmoeting, maar niet onredelijk. En ik heb ook met hem een oplossing daar kunnen bereiken, althans een verbetering. Ja. En vervolgens volgens mij wel een goede relatie, want hij wou het echt anders doen. Ja. Maar de sfeer tijdens dat gesprek over zijn salaris, hoe was dat? Ik heb geen herinnering aan een concreet gesprek, maar ik weet dat in de uitkomst dat we... Volgens mij is het bedrag veranderd. Mm-hmm. Dat is iets verlaagd. Mm-hmm. En is hij in loondienst gekomen en niet als via zijn een BV. Mm-hmm. En is ook afgesproken dat als hij weg zou gaan, dat er dan geen vertrekregeling zou zijn. We hebben hier mensen gehoord die hebben gezegd van ja, in die tijd was het wel passend, dat soort salaris. Wat vindt u daarvan? Ja, maar passend in vergelijking waarmee? Ja, in de tijd. Ja, maar in die tijd had je ook pure bedrijfsleven, mm-hmm. semi-maatschappelijke ambtenaren. Ik bedoel, waar vergelijk je het mee? Mm-hmm. En ik vond dus dat het maatschappelijke organisaties waren. En dan vond ik het aan de hoge kant. Ja, helder. De heer Calon zei vorige week tegen ons dat u bij binnenkomst aangaf dat u enthousiast was dat hij voorzitter werd. En dat u zei, we gaan samen die sector aanpakken. Herkent u dit? Dat kan best zo zijn. Ik heb net ook iets... positiefs over hem gezegd, want zeker. Hij stond dus open voor dit gesprek en daarmee liet hij blijken dat hij zag dat er problemen waren. Ja. En dat is ook later zo gebleken, want hij had natuurlijk wel een achterban van 400 die gewend was dat de generaal die voor hen naar Den Haag ging, dat hij de overheid heel erg afhield, ja. om het maar zo te zeggen. En Calon nam wel verantwoordelijkheid, vond ik. Heeft u daar een ontwikkeling in gezien? Bij de heer Calon en bij Edis in hun standpunt en hun tegen Den Haag kijken? Het vertrek van Leeuwen en de komst van Calon was wel een soort, was wel een soort breukje. Ja. Okay. Kijk naar collega Hartje. Breukje. Ja, dat is mijn genuanceerd uit mijn woordje. Ja, u zegt daarmee dat het echt een behoorlijk verschil is geweest in de manier waarop Edis in ieder geval in de samenwerking met u stond. In vergelijking met aan de top de heer Van Leeuwen en later de heer Calon. Ja, dat maakte echt een flink verschil. Flink verschil. Ja. En dat is, ik kan er iets aan toevoegen. Die meneer Van Leeuwen, die was natuurlijk al 15 jaar bezig. En dat speelt ongetwijfeld ook een rol. En die zat in een lijn, in een koers, in een groef. En meneer Calon stelde zich wat opener op ook. Dus de dingen die zich voordeden, kon je ook opener over praten met hem. Dan wil ik met u naar het volkshuisvestelijke toezicht. Toezicht op de prestaties van corporaties, de governance en de integriteit. Ook in uw tijd als minister was dit volkshuisvestelijk toezicht belegd binnen het departement. Als het gaat om volkshuisvestelijke prestaties van woningcorporaties, in welke mate valt dat dan volgens u onder de ministeriële verantwoordelijkheid? In laatste instantie toch helemaal. En het was niet, ik meen meneer Mulder dat u zei dat het belegd was in het departement, maar misschien stond ik u verkeerd. Maar dat was natuurlijk een belangrijke taak ook van, van het Centraal Fonds. Met zijn beoordeling of iets A, B of C corporatie was. En die keken naar de prestaties ook, dus de volkshuisvestingskant van het geld. Ja, dus dat is de verantwoordelijkheid van de minister? Uiteindelijk is de minister eindverantwoordelijk, volgens mij, voor alles wat er gebeurt. Nou ja, volgens artikel 33 van het BBSH heeft de bewindspersoon met de portefeuille volkshuisvesting de wettelijke taak zich jaarlijks een oordeel te vormen over de werkzaamheden van de toegelaten instellingen, lees de corporaties. Ja. En hoe vond u dat het volkshuisvestelijk toezicht op de prestaties van corporaties functioneerde?
En dan doelt u op alles, dus volkshuisvesting, soberheid en integriteit of speciaal volkshuisvestelijk. Dus op de prestaties. Bouwen ze genoeg, bouwen ze de juiste dingen enzovoort. Ja, ik vond dat misschien het minst problematische, mm-hmm. maar nog steeds wel moeizaam. Want de regering, regering en het parlement waren door een aantal door die ontwikkelingen wel een beetje in de vraagpositie gekomen. Mm-hmm. Ja, want als we kijken naar hoe dat volkshuisvestelijk toezicht heeft gewerkt, we hebben dat gehoord van ambtenaren, dan ging dat toezicht volgens het piepsysteem. Gemeenten moesten maar aan de bel trekken als corporaties niet goed presteerden. En dat is al die jaren één keer gebeurd. Wat vond u van die opzet? Nou, dat is niet zo slim, niet zo intelligent. Nee. Dat levert te weinig mogelijkheid om te sturen. Ja, maar u bent daar verantwoordelijk voor. Ja, die verantwoordelijkheid heb ik ook genomen. Ja, dus u vond die opzet niet goed. En welke verantwoordelijkheid heeft u vervolgens genomen? Ja, dat is die stapel brieven en overleggen enzovoort. Dat ziet u vooral in de brief van 12 juni. Mm-hmm. Daar moest het stelsel echt op de schop. Ook in dit opzicht. Dus dat had u gezien, van dit deugt niet. Ja, want deugt dit niet, werkt niet goed. Ja, dat is een betere formulering. Deugt niet, dat woord zou ik gebruiken voor sommige onderdelen van de integriteit. Mm-hmm. Zonder meer. Maar hier is het meer een kwestie van beleid en inhoud, waar redelijke mensen soms nog over van mening konden verschillen. Wat dan opvallend is, is dat het wel jaren zo werkt en u degene bent die zegt, dit werkt niet zo goed. Ja, dat is ook het voorrecht van diegene die aantreedt nadat er jarenlang gedoe is geweest. Mm-hmm. Dan heb je ook een titel om te zeggen, nou gaan we het anders doen. Ja. De Algemene Rekenkamer heeft vlak voordat onze openbare verhoren begonnen, op 3 juni. Die is bijzonder kritisch geweest over het volkshuisvestelijk toezicht zoals dat sinds de brutering is uitgeoefend. En zij noemt de Zij noemt dat volkshuisvestelijk toezicht op de prestaties onvolledig en afwachtend. Hierdoor hadden de bewindspersonen geen goed beeld van het functioneren van de individuele corporaties. Herkent u zich daarin? Ja. Het volkshuisvestelijk toezicht had ongeveer 10 formatieplaatsen tot zijn beschikking, schreef de Rekenkamer. Dat is ook bevestigd door de heer Schaap, ambtenaar, ook ten tijde van uw ministerschap. Wat vond u daarvan, dat er maar 10 FTE... zich bezighielden met het toezicht? Nou, het heeft mij wel verbaasd als minister dat er zo weinig vaste mensen waren in de, mm-hmm. in de afdeling volkshuisvesting op het departement. Want ik ben een beetje oud, zoals u misschien weet, ziet. Ik herinner me dat in de jaren 80, maar toen werd natuurlijk nog de kleur van de kozijnen gecontroleerd. Mm-hmm. Maar dat er duizenden mensen waren in Den Haag bezig met de volkshuisvesting. Dus het is al heel erg afgebouwd. Overigens heb ik wel begrepen dat op momenten dat bijvoorbeeld al die verslagen mm-hmm. van de corporaties moesten worden gelezen mm-hmm. en beoordeeld op, mm-hmm. doen ze genoeg, dat er dan hele troepen werden binnengerukt om te assisteren. Mm-hmm. Dus het getal 10, dat is misschien het getal voor standaard. Ja. Maar voor deze klus werd er dus wel ongeveer 60 FTE ingehuurd in die periode om het te bekijken. Hoeveel zijn ze? 60. Dat wist ik niet, maar in ieder geval, ik wist dat ze dat niet alleen deden. Heeft u ooit signalen gekregen dat de capaciteit, zeg maar, het aantal formatieplaatsen te klein was voor het toezicht? Ja, want ik zag het. Ik zag dat mijn mensen, en daar heb ik veel waardering voor gehad en ook getoond, maar die werkten zich echt veel slagen in de ronde. En als je dan weet 400 corporaties en een tegenstribbelende EDES, een stuk, misschien wel 10% dat zich niet helemaal goed gedraagt enzovoort. Mm-hmm. Een centraal fonds dat in sommige opzichten onzeker is over wat het mm-hmm. kan en niet kan. Een waarborgfonds, sociale woningbouw, wat een beetje op afstand stond in mijn gevoel. In ieder geval bleek dat later. Ja, dan hebben die ambtenaren het echt wel moeilijk. Ja. Dus het waren daar hebben ze niet over geklaagd, overigens. Zo bedoel ik het niet. Nee, nee. De belangrijkste activiteit van het volkshuisvestelijk toezicht was het opstellen van de zogeheten jaarlijke individuele oordeelsbrieven aan corporaties. En deze individuele oordeelsbrieven waren primair gebaseerd op de jaarstukken van corporaties, zeg maar de jaarverslagen. Levert u volgens u dat nou een goed beeld op van de prestaties van corporaties als je de jaarverslagen doorpluist? Dat vind ik een heel moeilijke vraag. Want ik denk dat je Kijk, heel vroeger, en ik zeg niet dat vroeger alles beter was, mm-hmm. even voor de goede orde. Maar toen zaten de
corporaties nog onder de controle en het stimuleren van lokale overheden die dat controleerden. Toen waren het nog verenigingen waar huurders meekeken van doen wij genoeg en gaan we goed om met onze taak. En dat was, ze waren inmiddels omgezet in stichtingen. De lokale overheden waren eigenlijk afgetakt vanuit dat toezicht. Dus terwijl er de meer vrijheid werd gegeven. Nou, en dat komt dan terecht bij die instanties die ik net noem. Ja. Dat is wel heel erg veel werk. Ja. Dus ik had niet het gevoel van, ze weten alles, wij weten alles. Maar dat is ook niet het enige. Je kijkt natuurlijk ook naar wat woningcorporaties doen in je wijkbezoeken, in de gesprekken die je hebt, in wat je verder leest. En daar wil ik dan nogmaals zeggen, ik had van de overgrote meerderheid van de woningcorporaties wel het idee dat ze oprecht bezig waren hun taak uit te voeren en dat nog steeds heel sociaal deden. Maar u zegt dat u met die jaarstukken uit de voeten kon als het ging om de beoordeling van de prestaties, gekoppeld aan een aantal wijkbezoek. Nee, nee. Ik zeg niet dat ik ermee uit de voeten kon, maar ik zeg dat ik het er op dat moment mee moest doen. Ja. Want tussen 2008 en 2010 levert het Centraal Fonds een inhoudelijke bijdrage aan de oordeelsbrief. En dat initieerde u. U nam het initiatief daartoe. Waarom was dat? Nou ja, omdat we moesten het ermee doen en het kon beter. En het moest dan ook beter. Ja. Weet u waarom dat na uw periode weer is afgeschaft? Dat het Centraal Fonds zich daarmee bezig ging houden? Ik weet überhaupt niet dat het is afgeschaft. Dus al helemaal niet waarom. Was u blij met het Centraal Fonds? Zag u ze als een bondgenoot? Ik zag ze zeker als een bondgenoot. Ik was niet altijd blij. Maar ik zag ze zeker als een bondgenoot en ik was vaak blij. Ja, want we hebben hier eerder deze week minister Dekker gehad. En daarvoor de heer Van der Molen. En de heer Van der Molen zei dat er met ontslag was gedreigd door de minister naar hem toe. Heeft u zoiets ooit meegemaakt met de heer Van der Molen? Nee. Sterker nog, we hebben het helemaal aan het begin van het verhoor gehad over het rapport Meijerink. En dat stelde voor om het Centraal Fonds dus af te schaffen en daarmee ook de heer Van der Molen af te schaffen, als ik het zo mag zeggen. En daar heb ik me voor geworpen. Dus je hebt hem juist in dienst gehouden eigenlijk? Nou, ik heb het Centraal Fonds in leven gehouden en daarmee ook wel de heer Van der Molen. Dus u heeft nooit een ontslagzaak met de heer Van der Molen? Nee, integendeel, hij was een partner, een bondgenoot. Ja. In uw bewindspersoon, als minister kiest u ervoor met het toezicht op de integriteit te intensiveren. Waarom was dat? Ja, mag ik eerst, dat is de eerste keer dat ik dan kritiek heb op een formulering in de vraagstelling. Intensiveren is een woord dat in Haagse kringen gebruikt wordt voor iets extra's doen, zonder dat het nou heel erg opvalt. En dit was geen intensiveren hoor, dit was echt fundamenteel anders doen. U deed fundamenteel anders? Dat wou ik. Dat wilde u, waarom was dat? Omdat dat nodig was. En dat liet de incidenten zien en de moeite die we hadden om ze te voorkomen natuurlijk, maar ook om ze, als ze zich voordeden, om daarmee om te gaan, om dat te repareren. En dat deden we wel, maar dat zou allemaal veel beter kunnen. En welke incidenten doelt u dan op? Nou ja, het begon toen ik aantrad, toen lag er woonbron. Hoewel dat, ik wil dat niet kwalificeren als een integriteitsding, maar dat was wel een uit de hand gelopen ding. Maar de grootste kwestie die er lag toen ik begon, echt kakelvers, was natuurlijk Rochdale. En daarna kwam er een hele reeks. En toen hij het toezicht, gaan we uw woorden gebruiken, fundamenteel wilde veranderen, dat is het goede woord geloof ik, vond u daar nog tegenstand bij? Ja. Want, van wie? Nou ja, bijvoorbeeld veel corporaties of in ieder geval Edes, want die kwamen, daar komt het weer, die wilden zichzelf reguleren. En die reageerden vreemd op acties vanuit de overheid. Wat vond u dat het toezicht en de opsporing in de wooncorporatiesector niet goed was geregeld? Absoluut onvolkomen. Onvolkomen? Absoluut. En heeft u dat samen met de minister van Justitie toen aangepakt? Die heb ik er zeker ook over gesproken, want ik heb ook verschillende keren gevraagd om aangifte te doen of te laten doen. Maar hij was niet de eerste, het lag toch vooral in het eigen werkgebied, waar het niet goed geregeld was ook. Dank. Ik kijk naar collega Hartje. Aanvullend, mevrouw Hartje. U bent het eens met de Algemene Rekenkamer, die in het recente rapport aangeeft dat toezicht onvolledig en afwachtend was. Sommige mensen hebben de termen gebruikt van papieren toezicht of afvinktoezicht. Herkent u die ook?
Ja, er was veel, veel papier. En aangeleverd papier, dus je wist niet eens of je alles kreeg. Ja. U gaf wel aan dat in de korte periode dat u minister was, dat u heel wat brieven heeft geschreven en actie heeft ondernomen. Heeft u het maximale gedaan wat u kon doen? Nou, ik kan tot op de dag vandaag niks verzinnen wat ik nog extra had kunnen doen. En als ik bekritiseerd ben in die tijd, dan was het eerder omdat ik te veel deed dan dat ik iets liet liggen. Op het punt van wat mijn collega Mulder aandroeg van de capaciteitstekort, die 10 FTE die er waren op het ministerie, had u daar wat aan kunnen doen? Nou, dat merk je pas in de loop van het jaar, dat je denkt, goh, ze moeten wel heel hard werken. Maar het was vaak zo dat acties die ingezet werden, die werden snel en goed gedaan. Dus ik heb zelf niet, ik weet zeker dat we er over te spreken waren gekomen, vanwege wat we net hebben besproken hier. Maar ik heb niet te klagen over hoe snel en goed ze werkten, die ambtenaren. En dan had je natuurlijk ook het Centraal Fonds als partner, ietsje verder weg het Waarborgfonds. Maar ook wat je kon doen met buitenstaanders. Ik heb toezichthouders aangewezen, externe toezichthouders. Ja, maar hoor ik nou in uw antwoord dat u zegt, als u langer had gezeten, dat het misschien wel ter sprake was gekomen, dat capaciteitstekort bij het ministerie, dat u er wel wat aan had kunnen doen? Dat hoort u goed, want ik denk dat als de junibrief wet was geworden, dan had dat niet gekund met de formatie zoals die was in mijn tijd. Goed, dank u meneer Muller en mevrouw Hashi. Meneer Van der Laan, ik wil u ook nog even meenemen naar een oordeelsbrief over de zaak Vestia. Maar voordat ik dat doe, schors ik deze vergadering voor 10 minuten. Dank u wel.
Ik verzoek de gevierde getuigen weer binnen te halen. Ik heropen de vergadering. Volgens mij vond de getuige het wel fijn dat we een binnenplein hebben. Goed, we gaan door met het verhoor, meneer Van der Laan. De oordeelsbrieven van Vestia. Wij hebben veel onderzoek gedaan naar corporaties en incidenten. En wat ons opvalt is, voor zover je van een lijn kunt spreken, dat er vaak sprake is van een positief oordeel. In die oordeelsbrieven althans. En wij hebben een oordeelsbrief aan Vestia over de prestaties van Vestia over 2008 van 27 november 2009. En daar schrijft u in die oordeelsbrief, althans het is een oordeelsbrief van u als minister. Ik ben tot het oordeel gekomen dat uw corporatie, Vestia, een zodanig financieel beleid en beheer heeft gevoerd dat haar voortbestaan, zonder rekening te houden met de effecten van voorgenomen activiteiten in financieel opzicht is gewaarborgd. Dat stond in die oordeelsbrief, november 2009. Die oordeelsbrieven, hoe kwamen die eigenlijk tot stand? Waar werd zo'n positief oordeel op gebaseerd? Ik weet het niet heel precies meer, maar daar werd door het Sociaal Fonds, het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Volgens mij gingen die alle dossiers of alle verslagen door en maakten dan een brief. En gingen vervolgens de ambtenaren daar nog een keer naar kijken. Dus ik herinner me dat ze er allebei mee te maken hadden. Mm-hmm. Wat natuurlijk opvalt, en dat is eigenlijk de bijna logische vervolgvraag voor onze commissie gezien ons eerder onderzoek. Uit het jaarverslag 2008, en dat is een belangrijke bron van financiële informatie. Dus jarenrekening moet ik eigenlijk zeggen, over 2008. Die komt in 2009 uit. Het CEV en het ministerie kunnen daaruit putten. En daar staat in te lezen dat de derivatenportefeuille van Vestia per ultimo 2008, eind van het jaar, al op negatief 762 miljoen euro zit. En we weten ook dat in december het zelfs 1 miljard euro negatief is geweest. Dat zo'n gegeven, leidde dat nou niet tot een speciale signalering? Bij u ook, als minister ook? Nou, als minister ga je niet van al die 400 corporaties door elke regel in die brief trekken. Dat kan gewoon niet. Dat doen je mensen en het Centraal Fonds. Maar ik heb ook begrepen, want ik snap uw vraag heel goed, meneer Van Vliet, dat de echte klappen die zijn gevallen bij Vestia, maar ik praat nu van na mijn tijd, en nog even refererend aan wat de heer Mulder zei, dat is iets wat je natuurlijk hebt meegekregen in de publiciteit toen ik al lang weg was. Maar dat ze juist niet transparant geweest zijn in welke risico's er allemaal waren en dat dat niet op papier kwam. Dus ik kan dit nu me niet herinneren dat het daar zo staat. Maar het hoeft ook nog niks te zeggen. Want je moet dan kijken naar wat ze op dat moment wist en eigenlijk hadden moeten zeggen in relatie tot wat u net voorleest. En als ik de pers goed gevolgd heb, had dat heel wat meer moeten zijn. Dat begrijp ik. Wat ik me wel afvraag is, kijk, dat jaarverslag en jaarrekening die liggen er dan. En je hebt er toch op zijn minst twee banken, eigenlijk drie, die zeggen naar aanleiding van de jaarrekening van dit is niet goed wat hier gebeurt. Vestia, wij willen alles nu weten van jullie derivaten en zo niet, dan stoppen we met jullie. Dat heeft ook één bank echt gedaan, ING. Nou, het CFV levert informatie aan het ministerie om tot die oordeelsbrief te kunnen komen. Dan is eigenlijk de vervolgvraag bij ons, die daaruit voortvloeit, zo'n oordeelsbrief, waarin dus letterlijk stond over Vestia, corporatie heeft zodanig financieel beleid en beheer gevoerd, dat financieel opzicht
het voorbestaan is gewaarborgd. Is zo'n oordeelsbrief nog niet gewoon een standaard iets, een dode letter, een papieren tegeltje? Volgens mij werd er door het Centraal Fonds en de ambtenaren wel degelijk, daar werden ook die mensen voor ingehuurd waar we het net over hadden. Want ik leerde van meneer Mulder, die 60 mensen, daar werd wel heel serieus naar gekeken. Mag ik u even voor mijn informatie één wedervraag stellen? U zegt dat de banken hun twijfels begonnen te krijgen. Wanneer was dat precies? Dat is ook in 2009 gebeurd. Dus de oorlogsbrief is van november 2009. Ja. En die banken hebben voor november 2009 10-10 aan de bel getrokken. Ja, maar dat is dan natuurlijk wel. Dat zijn de banken die bovenop hun eigen geld zitten en heel belanghebbend zijn. En ook veel dichterbij zitten. Dit is niet. Ik acht het nog steeds mogelijk in ons systeem, en daarom was het systeem dus ook niet goed, maar vooral het gedrag niet, mogelijk dat je dat op dat moment helemaal niet kon zien. Als Centraal Fonds bedoel ik, hè, en als departement. Ja, departement, oké. Okay. En het Centraal Fonds, die kwamen natuurlijk met die informatie om in die ordersbrieven te zetten. Hadden zij dan op dat ogenblik niet toch wat meer moeten doorpakken bij Vestia, kijkend naar zo'n jaarrekening, waarin dat belachelijk negatieve bedrag stond? Misschien moet je dat achteraf zeggen. Maar gaat u nu niet een klein beetje voorbij aan wat we allemaal hebben meegekregen uit de media sinds 2012 was het, geloof ik. Dat er gewoon ook echt, dat men dingen heeft verheimelijkt. En gaan we ook niet voorbij aan het feit dat bijvoorbeeld de commissaris van het Waarborgfonds, ik heb begrepen dat de discussie is in hoeverre dat nou ook een toezichthouder is of niet. Maar die ging in ieder geval over de borgingen. En was belanghebbend namens de hele sector dat het financieel niet verkeerd zou gaan. Nou ja, ik denk niet, meneer Van Aan, dat we daar aan voorbij gaan. Maar omdat wij alle actoren onderzoeken, snap ik, en precieze acties en verantwoordelijkheden, komen we dus ook bij het toezicht daar waar een oordeelsbrief iets zegt over de financiële situatie van een club. Wat toch een heel dik negatief bedrag in de jaarrekening stond. En dan drie banken zeggen, dit is niet goed. Ik begrijp de perceptie, het perceptieverschil tussen een bank enerzijds en wellicht Centraal Fonds en een ministerie anderzijds. Maar ik denk wel dat het een gerechtvaardige vraag is van ja. En daarom stel ik hem ook graag aan u, want u was op dat ogenblik minister. Van hadden ze niet even de tandjes iets meer erin moeten zetten? Nou, maar ik betwist dat ook niet. Als uw vraag zo opgevat mag worden dat je zegt, dit laat toch zien achteraf dat er meer was dan waar je de vinger op hebt gelegd als ministerie en Centraal Fonds. Dan kan ik u onmogelijk tegenspreken. Nee, maar je geeft een helder antwoord. Dus, ja. Want het is. Hier heeft verheimelijking een rol gespeeld. En ik weet nog dat iedereen in ieder geval zei dat hij stom verbaasd was toen dat naar buiten kwam in. Wat was het? Begin 2012, dacht ik. Of 2011. Maar in ieder geval. Dat het helemaal scheef kon groeien. Ja, dat is achteraf nooit meer te betwisten. Ik ga toch even door, meneer Van Laan. We krijgen iets later een corporatieronde, zo noem ik het maar even. In 2009 zijn er allerlei accountmanagers van uw ministerie. Ik dacht 100, of in ieder geval ze voeren 100 gesprekken met individuele corporaties. Dus accountmanagers van het ministerie gaan het veld in naar de corporaties toe. Was dat een initiatief van u? Was het in het kader van de inzet van de Vrom-inspectie? Had het daarmee te maken? Nee, dus we hebben de oordeelsbrieven. En om tot informatie te komen, niet alleen bureauinformatie SEC via bijvoorbeeld het CFV, constateren wij dat vanuit het ministerie er plotseling ook mensen het veld in gaan. Ja, nou daar heb ik wel iets mee te maken gehad. Want we hadden op dat moment al genoeg incidenten om dus een heel pakket aan maatregelen te willen treffen. En daar hoorden thema-onderzoeken bij. Dat heb ik zo genoemd in die brief, waar ook de Vrom-inspectie werd genoemd. Mm-hmm. En dat was dan op basis van een analyse van, zoals dat ook gebeurd was in de zorgsector, waar zitten nou de risico's in de corporatiesector? Nou, er waren een aantal geïdentificeerd. En daar hebben we mensen op uitgestuurd om die risico's te onderzoeken. En dat zou dat kunnen zijn. Ja, dat was eigenlijk mijn vraag nu. Want wat was nou ja, ik weet het dus niet meer, meneer in de filosofie? Nee, sorry, maar ik weet het dus niet heel precies meer. Maar ik weet dat er in dat hele pakket zijn ontzettend veel dingen gebeurd. En wat er ook gebeurt, er is een meldpunt geopend. We hebben heel veel klachten of meldingen gekregen. De Vrom-inspectie is gaan kijken. Er zijn thema-onderzoeken gedaan. En dit kan in het kader van die thema-onderzoeken gebeurd zijn. Maar ik weet het gewoon niet precies meer. Nou, op een gegeven moment bent u zelf ook weer weg als minister. Dan hebben we de heer Middelkoop,
die dan de zaken even waarneemt, als ik dat zo noemen mag. Ja. Niet al te lang. En hij rapporteert ook over die jaarlijkse coöperatieronde, dat rondje waarbij mensen het veld ingaan naar de coöperaties. En dat doet hij dus in een brief. Dat soort van brieven is nieuw op dat ogenblik. Had u zelf, toen u nog minister was, wel de bedoeling om die bevindingen van zo'n rondje in een brief te gaan rapporteren aan de coöperaties? Ja, volgens mij, en dat is bijna standaard, werd ook beloofd aan de Kamer om dat te doen. Ik herinner me dat dat ook met die integriteitsonderzoeken is beloofd, nulmeting te doen. Dat was een verzoek vanuit de Kamer. En dan zouden we dat jaarlijks gaan doen. En dat is uiteraard bedoeld om door te geven aan de Kamer. Dat zal dan hier, maar nu speculeer ik, ongetwijfeld ook de bedoeling zijn geweest. Misschien mag ik u dus bijna op metaniveau zeggen dat er was, in ieder geval in de tijd dat ik minister was, een in mijn ogen voortreffelijk overleg tussen de minister en de Kamer. En ik kan me werkelijk niets herinneren wat ik niet kon delen met de Kamer. Ja, misschien een strafrechtelijk onderzoek waar ik niet over mocht praten, maar niet op het niveau van hoe is de stand der dingen in de volkshuisvesting. Akkoord. Als de heer Middelkoop weggaat, komt minister Donner. En die schaft dat coöperatierondje met die bijbehorende brief daarna ook weer af. Helaas, vrij snel. Maar hij rapporteert wel in de oordeelsbrief, om daar weer even op terug te pakken, heel nadrukkelijk over nevenactiviteiten van Vestia. En daar wordt onder andere in genoemd een project Koepoort, hotel met garage in Delft, een gezondheidscentrum in Eindhoven, een parkstad, school, winkels, kantoren, horeca in Rotterdam en een Medimol, multifunctioneel zorgcomplex in Rotterdam. Er zijn maar een heleboel van die dingen die als nevenactiviteit opvallen. Die dingen liepen al een behoorlijke tijd, ook toen u nog minister was. Hoe kan het nou dat die in uw tijd nog niet zijn komen bovendrijven? Dit soort nevenactiviteiten van Vestia? Nou, specifiek van Vestia weet ik het niet, maar nevenactiviteiten waren gereguleerd. En ja, dat was zeg maar duwen, hè? Die corporaties die zochten grenzen. En dan had je een toetsteam op het ministerie die dan keek of iets ordentelijk was en paste binnen het beleid. U kende die toetsgroep wel? Nou, niet persoonlijk, maar ik wist dat zo'n toets gebeurde. Ze kwamen ook wel eens naar me toe, dan zeiden ze nu corporatie X of Y. Nou, mevrouw Vogelaar kende de hele toetsgroep niet, dus ik vraag voor de zekerheid even van u of u van het bestaan ervan wist. Ja, want dan kwam er iemand bij je binnen en die zei nu speelt dit of dat. En dat verhoudt zich moeizaam tot het BBSH of welke richtlijn ook. En dan moest je wat doen. Ja. Ik geef het woord nog even aan collega Bashir. Meneer Van der Laan, ik wil toch nog even ingaan op uw opmerking over heimelijke dingen die later zijn gebeurd. Want de voorzitter had het over het jaarverslag 2008... En daarin staat gewoon dat de derivatenportefeuille van Vestia een negatieve marktwaarde had van 762 miljoen euro. Kunt u nou uitleggen van wat u bedoelt met heimelijk? Want dit was toch gewoon openbaar? Ja, maar ik geloof dat in die tijd, zo heb ik althans recent uit de media aan de aanleiding van deze enquête begrepen, bij de commissarissen van Vestia, nog bij het Waarborgfonds, in ieder geval niet bij de commissarissen in het Waarborgfonds, bekend was welke omvang het uiteindelijk kreeg, welke risico's daar gelopen werden. Dat pas, ja, ik koppel het aan 2012, maar waarom ik dat doe weet ik niet, maar in ieder geval met die grote klap die we allemaal hebben mogen meemaken bij Vestia naar voren kwam. En dus zijn mensen daar niet transparant mee geweest. Ja, maar dan heeft u het over de periode daarna, ja. Wat er gebeurd is. Maar u was minister. Onder uw verantwoordelijkheid waren iets van 60 ambtenaren aan het werk. Ja. En die lazen de jaarverslagen. En vervolgens staat in het jaarverslag van de grootste woningcoöperatie van Nederland dat zij een derivatenportefeuille hebben en dat flink onder water staat. Dan moet daar toch een opmerking over gemaakt worden. Maar dat is toch een heel ander bedrag dan waar het uiteindelijk op misgegaan is. En er is toch juist een discussie geweest tussen Vestia en het Waarborgfonds over dit probleem van hoeveel er onder water stond en hoeveel er geborgd kon worden. Dat zeg ik met wetenschap achteraf. Maar, ja, u zegt het met de wetenschap achteraf en u hebt het ook over verschillende bedragen, hoe het gelopen is. Maar ons gaat het erom dat toen dus
door banken die toen wel ingegrepen hebben, bepaalde banken die ingegrepen hebben, wel deze signalen zijn opgepakt en door U60 ambtenaren niet. Ja, maar misschien wisten mijn 60 ambtenaren niet, net zo min als het Centraal Fonds, net zo min als het Waarborgfonds, net zo min als de commissarissen van Vestia. Dat is volgens mij een kijkrichting die veel oplevert in termen van, is dat nou, zijn ze transparant geweest, is het verheimelijkt? Weet u, je speelt toch ook die kwestie dat bepaalde contracten die ze hadden gesloten en zogenaamd zouden hebben verhinderd om de informatie te delen met het Waarborgfonds of met anderen. Dit is allemaal heel complex. In ieder geval, toen ik in de krant las dat er een uit de hand gelopen derivaten ding was, ben ik net als de rest van Nederland van mijn stoel gevallen. Nee, dat is begrijpelijk. Maar ik wil toch even terug, hè, want ik begrijp wel dat u de periode daarna wilt bijhalen. Maar ik wil toch even terug. Ik wil niks bijhalen, maar ik had toen. Maar u was toen minister? Ja. U had op het ministerie 60 mensen die, u zegt, met jaarverslagen aan de 400 jaarverslagen lazen, ja. Ja, en in die jaarverslagen, in ieder geval in het jaarverslag van Vestia, stond gewoon dat zij een negatieve marktwaarde hadden op de derivaten. 762 miljoen. Ja. Dat was aanleiding voor de banken om vervolgens te kijken van wat is daar nou aan de hand. ING zegt de kredietrelatie op. ABN AMRO zegt van we doen geen zaken meer met Vestia, want we willen de risico's beperken. Maar die 60 ambtenaren op uw ministerie hebben dus daar gewoon volledig overheen gelezen. Nee, dat mag u zo niet zeggen. Want u zegt, u stelt nu de wetenschap die die 60 ambtenaren hadden gelijk met de wetenschap die de bank hadden. En reeds daar haak ik af. Het kan zijn dat die banken veel meer weten wat u niet weet nu. En wat u misschien kunt uitvinden. Maar dat weet ik niet of dat zo is, of dat klopt. En ik weet ook niet wat die banken gedaan hebben. En welke mogelijkheden die banken hadden om vervolgvragen te stellen en boven tafel te krijgen. Ik vind dit, ja, ik ben zeer nieuwsgierig naar wat u allemaal gaat bevinden en gaat rapporteren. Maar in uw vraagstelling ligt dat we die 60 ambtenaren dat hadden kunnen doen. Dan zeg ik, alleen al bij gebrek aan wetenschap, nee, dat betwist ik. Maar ik heb meer dan een gebrek aan wetenschap om het te betwisten. Want ik weet ook van verheimelijking en de schrik die de directe betrokkenen hadden. U ja. heeft hier de WSW op deze stoel gehad. En dat was de club die de leningen borgde, die er dus voor instond als het misging. Die moest betalen als het misging. Maar ik wil toch even terug beperken tot de ambtenaren op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ja, en die zit ik te verdedigen. In 2008, of het jaarverslag van 2008, is niet alleen op uw voormalige ministerie gelezen, maar ook bij CFV. En de heer Van der Molen, die was hier. En hij verklaarde voor onze commissie dat hij wel een schepper had kunnen zijn op het jaarverslag van Vestia over 2008. Dat hij dus daar niet scherp genoeg op was. En u zegt van ja, ik verdedig mijn ambtenaren, maar u was uiteindelijk ministerieel verantwoordelijk. Dus daarmee verdedigt u ook uzelf. En dan is mijn vraag van, had u dan zelf ook niet scherper moeten zijn? Zoals Van der Molen hier heeft verklaard. Kijk, ik vind het goed dat de heer Van der Molen dat zegt. Dat vind ik alleen maar te waarderen. De heer Van der Molen was een toezichthouder. We hadden het in het begin erover, de drie aspecten van volkshuisvesting, geld en integriteit, ook rapporteert. En dat deden ook de ambtenaren daarachter, daarna. En die... Misschien dat je kan zeggen, nou, als je nou met de wetenschap van u terugkijkt, had dat gegeven tot meer onderzoek aanleiding moeten zijn. Dat sluit ik niet uit. En dan kom je vervolgens bij de minister, die daarvoor verantwoordelijk is. Ja, die is nu wel 4 jaar weg, maar dat kan ik dan ook niet uitsluiten. Maar u zei in uw vraagstelling, koppelde u een paar dingen aan elkaar, de wetenschap van de bank en de wetenschap van die ambtenaren. Daar maak ik wel bezwaar tegen. Maar u snapt nu dat ik het... Maar voorzitter, voordat ik het woord teruggeef... Ja? We hebben het gewoon over het jaarverslag. Mm-hmm. Openbare stuk. Ja. En als daar vervolgens staat dat er in het jaarverslag staat dat de derivatenportefeuille een negatieve marktwaarde heeft van 762 miljoen. Dan is mijn vraag, is dat dan geen aanleiding om daar toch nog extra naar te kijken? En u zegt van ja, er zijn heimelijke dingen gebeurd, maar ik kan dat niet aan elkaar koppelen. Nou, kijk, wat de marktwaarde op dat moment is... U had het zelf erover, het is de grootste corporatie van Nederland met 90.000 huizen, als ik me goed herinner. Dan hoeft dat op dat moment
volgens mij niet eens een schrik te zijn. Wat er gebeurd is, is dat de marktwaarde veel negatiever bleek te worden. Ja, en dan moet je de producten kennen en de afspraken kennen enzovoort. Ik wil u wel zeggen, als ik minister was geweest, dus ik zou niet zijn afgetreden na 15 maanden, maar nog een paar jaar minister zijn geweest, dan had ik een heel ander verhaal, een heel andere conclusie getrokken. Als u begrijpt wat ik bedoel. Dus op feitelijk niveau kan ik niet nu erkennen dat de ambtenaren beter hadden kunnen weten. Hè, dat ze hadden kunnen weten dat het uiteindelijke debakel er toen al aan zat te komen. Dat houd ik af. Maar welke conclusie ik getrokken had als het zich had gerealiseerd, dat is een heel ander verhaal. Snap je wat ik bedoel? Om maar even te voorkomen dat we de discussie alleen maar over uw ambtenaren laten gaan. Heb ik het dus juist over mezelf. Nee, prima. Maar daar gaat het ons ook niet om wat ambtenaren nou precies wel of niet te verwijten vallen of te doen. Waar het ons om gaat is dat je dus dat ik noem het een astronomisch negatief bedrag ziet. Als je verder kijkt, dan blijkt dat dat gaat om derivaten die niks meer te maken hebben met het afdekken van renterisico. Ze werd gespeculeerd op rentestanden bij Vestia. Daar komt dat negatieve bedrag uit voort. En vervolgens, en daar gaat het ons natuurlijk om, die oordeelsbrieven, wat is daar nou de waarde van? Als in die oordeelsbrief letterlijk staat, uw financieel beheer leidt ertoe dat uw financiële voorbestaan is gewaarborgd. Dat klinkt zo super tegenstrijdig. En dus daaraan gekoppeld de vraag, wat is dan de waarde van zo'n oordeelsbrief? Maar die vraag hebt u me er straks geteld. Ja. En daar heb ik al van gezegd, die waarde is dus heel gering. Want als het systeem je niet in staat stelt om dat volledig te beoordelen, dan is zo'n zin, moet je dus eigenlijk niet schrijven. Want het zegt zo weinig. En dat is wat ik nu zeg. En als ik daar als minister mee geconfronteerd werd een paar jaar later, dan had ik aan die erkenning dat u gelijk heeft dat zo'n brief heel weinig zegt en dus eigenlijk niet geschreven moet worden, had ik misschien wel consequenties verbonden. Want daar ben je voor verantwoordelijk. Goed, dit thema sluit ik even met u af. Wij gaan door met de heer Mulder. Ik hoor microfoon zeggen. Ja, pardon. Ja, geregeld. Hij noemde al kort de nevenactiviteiten van de corporaties. En de toetsing op nevenactiviteiten was een van de onderdelen van het volkshuisvestelijke toezicht. U stuurt op 24 juli 2009 een brief naar de Kamer, waarin u voorbeelden geeft van nevenactiviteiten die in het verleden al dan niet zijn toegestaan. U noemt onder andere nevenactiviteiten van Servatius en van Woonbron. Dat zijn nevenactiviteiten van de afgelopen jaren, zeg maar tot 2009. Waarom stuurde u die brief eigenlijk? Dat weet ik niet meer. Staat dat niet aan het begin van de brief? Want meestal staat er dan als vervolg op mijn toezegging. Ja, in uw junibrief schrijft u dat u nog een brief zou sturen over nevenactiviteit. Ja. Maar ons is niet duidelijk waarom u dat doet. Maar voordat ik daarop inga, heeft u nog een reactie van de Kamer gekregen op die brief? Op welke brief bedoelt u? Op de brief over de nevenactiviteiten. Dus die brief van 24 juli 2009, waarin u een overzicht geeft van de nevenactiviteiten die in de voorafgaande jaren al dan niet zijn goedgekeurd. Weet ik niet meer, maar ik weet wel dat er heel vaak gesproken is over incidenten. Ik wil niet zeggen dat ik wekelijks naar de Kamer moest, maar vaak. Mm-hmm. En als er dan zo'n incident was, dan werd daar over doorgepraat. Of een apart AO, algemeen overleg is geweest over deze brief, herinner ik me. De brief is niet behandeld. En nee, de Pla zei, we hebben hem niet behandeld, want we hadden er vertrouwen in dat de heer of dat de minister dat wel op zou lossen met die nevenactiviteit. Dus hij is niet behandeld. Dat zou kunnen. Maar in die brief schrijft u, in de loop van de tijd is de definitie van aanvaard maatschappelijk vastgoed uitgebreid. Deze beweging is in lijn met het in de afgelopen jaren gegroeide besef dat voor een goed woon- en leefklimaat naast goede woningen ook goede voorzieningen op deze terreinen van belang zijn. De koppeling met het eigen woningbezit van corporaties is daarbij steeds meer losgelaten. Wat is uw oordeel daar nou over dat het dat het taakveld van corporaties eigenlijk steeds meer is uitgebreid? Want dat halen wij niet uit de brief. Het is een hele feitelijke brief. Dat is niet verkeerd. Nee, dat kan. Maar er zit geen opvatting over. Vond u dat nou een goede zaak, zeg maar, dat de definitie van aanvaard maatschappelijk vastgoed is uitgebreid? Die opvatting kunt u wel lezen in de brief van 12 juni. Want daar, daar ging het over dit soort dingen. Van wat is het domein en hoe moet het taakveld zijn? En ik kan het ook nu nog reproduceren,
Ik vind een van de dingen die goed zijn aan de corporaties, dat ze kunnen helpen maatschappelijk vastgoed te ontwikkelen. En voor wie niet weet, u weet het natuurlijk allemaal, maar maatschappelijk vastgoed is bijvoorbeeld een hele goede school bouwen in een hele arme wijk in Nederland. En dan mag je niet, je mag alleen het gebouw beheren, je mag je niet bemoeien met de inhoud. Maar dan kan zo'n school het verschil maken in, wordt het integratie in de buurt, wordt het segregatie. Mm-hmm. Ik heb diverse van de scholen gezien. En ik vind dat op zich heel goed. Ja. Niet alleen geen probleem, ik vind het heel goed. Ja, dus je was voor die ontwikkeling dat het wat uitbreidde, die definitie. Ja, dat kan best hoor. Ja, als het maar aan 20 andere voorwaarden voldeed. Het moest de corporatie niet in solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen brengen. Ze moesten zich niet gaan bemoeien met wat er daar binnen gebeurde. Ze moeten geen leraren gaan betalen. Maar het gebouw is zodanig. Ja, dat vond ik wel horen bij het taakveld. Ja. En lag er nou wet en regelgeving ten grondslag aan die uitbreiding van die definitie? Ja, maar dat is in de loop van de tijd geëvolueerd. En dat was ook een beetje afhankelijk van politiek, hè? Van hoe men aankeek tegen corporaties. Ja, het beeld dat we hebben is dat het niet zozeer wet en regelgeving werd vastgelegd, maar dat er, dat was een nieuwe term voor ons, dat er sprake was van bewegend toezicht. Dat is een omineuze term. Nou, de heer Schaap en de heer Van Giezen gebruikten dat. Van ja, eigenlijk kijk je per aanvraag van past het? En je wikkelt gaandeweg de rit, zeg maar, jurisprudentie. Ja, dat kan praktisch terwijl zijn. Terwijl normaal is toezicht, je hebt een norm, ja of nee. Ja. Maar die norm is niet hard. Nee, maar dat heeft dan risico's. Dat, als dat besloten ligt in uw vraag, ben ik het met u eens. Maar een van de voornemens van mij als minister was om dat strakker te reguleren. En die afspraken, dus het moest gewoon ook helder zijn. Je moest als corporatie weten hoe voorspelbaar het departement iets zou vinden. Ja, ik begrijp wat u... Ik kom daar zo op terug. In die brief die ik noem, worden voorbeelden genoemd van projecten die worden eerst afgewezen en die worden later weer goedgekeurd. Hè? Het Lloyd Hotel in Amsterdam, wellicht bekend. Campus Maastricht en de museumpanden in Leeuwarden. Als iets eerst wordt afgekeurd en daarna wordt goedgekeurd, ja, wat kun je dan daarover zeggen als het gaat om het precies afbakenen van die grens? Nou, er zijn er een boel afgekeurd, die bleven afgekeurd. Mm-hmm. In ieder geval heb ik er zelf een paar afgekeurd. Mm-hmm. Maar het kan zijn dat naar aanleiding van de afkeuring en de argumenten die daarbij gebruikt werden, de opzet van het project veranderde, of dat er aan randvoorwaarden werd voldaan. Dus dat is, vind ik, moeilijk in zijn algemeenheid te zeggen. Je moet als departement natuurlijk ook niet alleen maar star worden. Zorgen dat je de waarde dient waartoe je bent, waartoe je bestaat. En zonder dat je deze maatschappelijke ondernemers, nou in elk opzicht, dan kom je weer terug bij de kozijnentijd. Hè, dat het departement voorschreef welke... U snapt waarschijnlijk wat ik bedoel. Ja, maar de kozijnentijd is heel extreem. Maar wat we hier zien gebeuren is dat het werd levend of bewegend toezicht genoemd. En dat lokte ook eruit als je dan zegt als toetsgroep, we hebben levend toezicht, dus die norm staat niet vast. Wij zijn bereid om elke aanvraag voor een nevenactiviteit, of elke toestemming voor een nevenactiviteit in behandeling te nemen. En een nevenactiviteit kunnen we niet goed definiëren. Dus we definiëren een nevenactiviteit als iets dat lijkt op een nevenactiviteit. Loop je dan niet het risico dat je allerlei risicovolle projecten aanmoedigt, omdat iedereen maar probeert, en dat zei je ook al, die grenzen van het BBSH op te zoeken. Ja, maar ik heb in die 15 maanden, zonder dat ik alle initiatieven dood wou slaan, juist wel geprobeerd om ze te reguleren en voorspelbaar te zijn in of iets nou kans maakte of geen kans maakte. Ja, hoe heeft u dat dan gedaan? Want we zien in uw tijd dat er ook zaken worden goedgekeurd als de beurs van Berlage, het sponsoren van Parkpop, dat is hier een concert in Den Haag, het Remeiland. Ik weet niet of het Remeiland in mijn tijd is goedgekeurd. Ja, dan is 2008, 2009. Maar goed, wat heeft u kunt u vertellen wat u eraan heeft gedaan om die regels dan scherper te maken? Nou, dat was onder andere in de brief van juni 2009 een van de uitvoerige onderwerpen. Uh-huh. Kijk, U moet weten, ik ging elke maandag op wijkbezoek, mm-hmm. want ik was ook minister voor wijken, naast integratie en inburgering. En dan was een van de... Ik vond dat hele prettige dagen, om alle contacten die je had met de mensen die daar wonen, de corporaties, de wethouders. En zo kreeg je ook een beetje een beeld van hoe veelkleurig dat palet was. En ik vertel u net van de school, dan zag je dus iets
wat je logisch vond. En je zag ook dingen die je minder logisch vond. Ik vertel net van die school, dat, die heette De Wereld op Zuid. Het zou zelfs van Vestia kunnen zijn of Woonbron, dat weet ik even niet. Maar dat was voor mij fenomenaal om in de armste buurt van Nederland de mooiste school van Nederland te bouwen. Zo, dat past binnen het taakveld, dat maatschappelijk vastgoed. Maar ik zag ook dingen waarvan ik dacht, oh, is dat de bedoeling van de corporatiesector? Daar moeten we meer van weten. En zo kom je, je kwam het hele palet tegen en je wist dus, dit moeten we duidelijker gaan reguleren. Om dezelfde reden als u zegt. Ja, dat wist hij. Maar dan is de vraag, hoe precies? Ja, kijk. Want we hadden al de toetsgroep. Ja, maar daar moest meer duidelijkheid over komen. Er zat gekkigheid bij. Ja. Maar dat... Dat zijn uw woorden. Nou ja, u lijkt het ook te vinden, maar ik vond het ook. Ik probeer nog neutraal te blijven. Maar dat is de vraag. Maar dan hangt het ook af van de omvang van zo'n risico, hè? Ik kom uit een advocatenkantoor en bij ons was een nevenactiviteit een sneeuwpanter in Artis. Dat hoort echt niet tot de core business van een advocatenkantoor. Maar dat is dan iemand die heel hard werkt en die zegt, zullen we ook eens een keer een sneeuwpanter doen? Nou, dat kost €1000 en dat doe je. Maar als het om gaat om een miljoeneninvestering, dan heb je hele andere criteria. Je doet wel, ik bedoel, gekkigheid moet je dus ook nog weer even nuanceren. Als een corporatie een keer ergens €1000 aan geeft, dan moet je je überhaupt niet mee willen bemoeien als departement. Dus u zegt in mijn beleidsbrief van 2009, daarin zeg ik wil het beter afkaderen. Ja. We hadden het zojuist over Vestia. En uit eerdere voren en uit het rapport van de Rekenkamer van begin vorige maand blijkt dat nevenactiviteiten niet altijd gemeld worden. Dat is lastig, want je moet toestemming geven voor nevenactiviteiten. Maar als die niet worden gemeld, ja, dan heb je echt een gat, hè? Wist u daarvan? Nou, u heeft gelijk dat het gebeurde. En je kwam er dan pas achter als je ergens toevallig opstuit of als het in de media kwam. Ja. En het is dus gewoon stout om het niet te melden. Het is stout. Ja, dat is wel ongeveer de vriendelijkste manier om het om te gaan. En wat heeft u eraan gedaan om dat vervolgens tegen te gaan? Nou, dat nevenactiviteiten wel werden gemeld? Ja, ik wil niet steeds verwijzen naar die brief, maar die brief zit vol met pogingen om transparantie te krijgen, om helderheid te krijgen. Accountability, als iemand het niet zou doen wie ervoor verantwoordelijk was. Om schade te verhalen, als er schade uit voortvloeide. Ik wil u en uw toeschouwers niet belasten met het voorlezen van die brief, maar u kunt daar heel veel maatregelen lezen om dat boven water te krijgen. Tot slot, hoe controleerde u of winsten die gemaakt werden uit nevenactiviteiten ten goede kwamen aan de kernactiviteiten van de corporatie? Of dat dat geld weglekte? Dat heb ik zo niet paraat hoe dat gecontroleerd werd. Maar dat moest natuurlijk gecontroleerd worden. Mm-hmm. Als u doelt nu op de commerciële nevenactiviteiten. Ja. Nou, we hebben het er straks even gehad over toezicht. Dat is één van de redenen dat toezicht zo belangrijk is. Mm-hmm. Want als iets verkocht wordt, complex gewijs, en je kan het niet eens terugvinden in de stukken, dan kan zo'n winst gemaakt zijn zonder dat die bekend is. Of een verlies. Kan ook worden weggeschreven. Dus dan waren de regels om dat te melden. Er is gebleken in verschillende van die incidenten dat het niet altijd gebeurde. Dat werd dan omschreven als een risicogebied. Daar ging de VROM-inspectie op af. En dan zouden we dus daar regels op maken. Helaas, regels op moeten maken. Dank. Kijk naar de collega. Ja, mevrouw Hashi. Ja, meneer Van der Laan, voordat ik met u verder ga over Woonbron en het stoomschip de Rotterdam. Nog heel even de antwoorden die u net gaf op vragen van collega Mulder. Dan kom ik tot de conclusie dat of iets wel mag als nevenactiviteit of niet, dat hangt dus af van wat u logisch vindt of niet. En u bent natuurlijk jurist. Vindt u dat nou een manier waarop handhaving zou moeten werken? Nee, maar dan heb of ik mij heel ongelukkig uitgedrukt, waar ik het graag op hou, of u heeft mij verkeerd begrepen. Nou, dan mag u het nog een keer formuleren. Nee, maar ik heb niet gezegd dat logisch het officiële criterium is. Je hebt daar inhoudelijke regels voor. En dan is er van sommige concrete casussen, zeg je dan, ja, het is logisch dat het gebeurt, want het past binnen die inhoudelijke regels. En van anderen zeg je, nee, maar hoe kan dat? Zo bedoelde ik het met het woord logisch.
Maar daar zit dus wel een afweging in. U geeft aan, er zijn regels voor. Maar tegelijkertijd zijn er ook nevenactiviteiten die u voorbij ziet komen, waarvan u toch een afweging maakt of het logisch is of niet. En dan blijft mijn opmerking dan toch staan, meneer Van der Laan. Ja, maar in hoeverre dat een manier is waarop je dat kan handhaven. Maar ik gebruik niet logisch als criterium. Ik gebruik logisch als een woord voor... Sommige dingen zie je prima vista, dat past er binnen. Mm-hmm. En dat noemde ik logisch. En sommige dingen, daar heb je twijfel over. En andere dingen denk je, hé, dat moeten we eigenlijk buiten vallen. En dat is aan de hand van de inhoudelijke criteria. En als we het hebben over waar u dan over twijfelt, hoe bepaalt u dan wat de doorslag is? Nou, dan wil je er meer van weten. En dan kijk je bijvoorbeeld naar de omvang van het bedrag dat ermee gemoeid is. Kijk, bijvoorbeeld leefbaarheid, hè, als ik dat voorbeeld mag geven. Het is al heel lang, Suzanne Tendu aanvaardt dat een conciërge dat helpt. En dat zit dicht genoeg bij het wonen, om als die conciërge ook iets doet, om de bewoners zich beter te laten voelen, veiliger te laten voelen, om te zeggen, nou, dat kan. Maar het gaat voornamelijk om de voorbeelden die niet voor de hand liggen. Kijk, zo'n conciërge, ik denk dat we daar snel over eens zijn. Ja, maar ik gaf hem ook als voorbeeld, mevrouw Hatschi, van iets wat ik daarnet logisch noemde. Dus daar zijn we dan met elkaar eens dat het afhankelijk... Je moet dan toetsen de regels die ervoor bestaan en je kan je tot het oordeel komen, ja, dat is heel erg logisch. En aan de andere kant van het spectrum zitten voorbeelden die je niet logisch vindt, waarvan je denkt, nou, hier is het overspannen en is het geen wonen meer en geen leefbaarheid of maatschappelijk vastgoed. Het is gewoon vreemd. Maar de regels waren dus naar uw mening goed genoeg, als ik u zo begrijp. Nou, de regels konden preciezer en daartoe is dus een aanzet gegeven in die brief. En ik denk dat, ik weet niet hoe het daarna met de wet gegaan is, maar de sector en Nederland had recht op preciezere regels. Preciezere regels? Ja. Okay. Ik ga met u verder naar Woonbron en het stoomschip de Rotterdam. Want Woonbron krijgt in 2008 een aanwijzing van de minister, om een oplossing te zoeken voor de financiering van het stoomschip en om de verkoop van haar commercieel deel in het schip, en dat was 80%, om die ook te gaan verkopen. Eind 2008 heeft u een gesprek met de Raad van Commissarissen van Woonbron. Hoe verliep dat gesprek? Dat was mijn eerste gesprek, vraag ik even. Met de Raad van Commissarissen eind 2008. Mijn eerste gesprek. Ja. Want ik heb, meen ik, 2 of 3 keer met ze gesproken. Dat was een stevig gesprek, omdat dat was heel kort na het Kamerdebat over Woonbron. Over dit schip. En toen was dus duidelijk, er moet heel veel gebeuren om te voorkomen dat dit schip dan ondergaat als project. En dat was het onderwerp van het gesprek. En ik vond de Raad van Commissarissen niet erg receptief. En wat bedoelt u daarmee? Nou, ik herinner me dat de voorzitter van de Raad van Commissarissen als opinie over het Kamerdebat gaf, of dat in ieder geval de woorden gebruikte, waan van de dag. En dat vond ik uitermate ongepast. Dat was een groot probleem. Dus dat was ook al een stevig gesprek, ook vanuit uw kant. Ja, en ik denk ook dat ik in dat gesprek heb besproken dat die aanwijzingen zou komen en hoe die eruit zou zien. En ik weet het niet helemaal meer, maar heb ik niet ook toen al meteen een toezichthouder de kant van Woonbron opgestuurd? Ja. Ja, was dat toen al? Ja, die heer Swarts. Ja. Ja. Ja, het was dus gewoon geen prettig gesprek. De heer Swarts heeft in zijn verhoor de woorden gebruikt dat u pislink was tijdens dat gesprek. Maar dat heeft dus denk ik te maken met het feit dat de Raad van Commissarissen niet zo receptief was. Ja, dus echt het, sorry voor dat woord. Ja. Dat is naar logisch het tweede woord waar ik dan spijt van heb. Maar ik bedoel ontvankelijk. Mm-hmm. En ik weet niet of de heer Swarts bij het gesprek aanwezig was. Hij is daar wel bij aanwezig geweest. Oké, maar dat was ik vergeten. Okay. Ja. Maar hoe vindt u het als een woningcorporatie die op een verlies van, toen dacht ik, 200 zoveel miljoen afkoerst, mm-hmm. Ziet dat de Kamer zich daar heel erg voor zorgen over maakt en die dat als waan van de dag bestempelt? Welke afspraken maakte u toen met de Raad van Commissarissen bij dat eerste gesprek? Nou, dat had te maken met het afboeken. Ze moesten dus een deel van het verlies gewoon officieel gaan nemen. Ze moesten verkopen. Ze moesten dat hoorde bij het maken van een business case, dat eruit stappen voor een deel. Ze moesten Swarts aanvaarden en dat samen met Swarts gaan doen. Ja, er was een heel rijtje dingen waar we het over moesten hebben. En misschien mag ik u nog zeggen, u weet het waarschijnlijk wel, maar Swarts
is door mij in het veld gestuurd omdat hij een hele goede ondernemer was. En Woonbron was een hele goede volkshuisvester en deed daar ook altijd een beroep op, maar bleek een uitermate beroerde ondernemer te zijn met de boot. Dus heb ik ze dat opgedrongen en zo hebben ze het ook beleefd als opdring. Dat beroerde ondernemerschap, zoals je dat noemt, van Woonbron, de nood liep hoog op. In februari 2009 lijkt er geen andere uitweg te zijn voor de financiering van het stoomschip dan dat het Waarborgfonds akkoord gaat met de inzet van sociale huurwoningen als onderpand voor een lening. U heeft dan een gesprek met de directeur van het Waarborgfonds, de heer Van der Post, en met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds, de heer Van Dam. Kunt u ons meenemen naar dat gesprek? Nou, ik weet er niet veel meer van. Ik heb er iets over gelezen onlangs in de krant, naar aanleiding van de enquête. Maar ik weet dat er toen ook een kwestie speelde van, kan dit nog gedekt worden, geborgd worden? Hè, dus dat zal het onderwerp toen geweest zijn. U kunt zich het gesprek niet voor de geest halen hoe de sfeer was en wat er op tafel kwam vanuit het Waarborgfonds. Nou, ik zag het Waarborgfonds, dat heb ik straks even gezegd toen het over Vestia ging, als een soort toezichthouder op het geld vanuit zijn taak om namelijk de leningen te borgen namens alle corporaties. En dus dan ben je in mijn ogen een toezichthouder. En ik weet niet zo goed meer hoe het inhoudelijk ging. Dan ga ik u helpen, misschien dat uw geheugen dan een beetje opgefrist wordt. Klopt het dat het Waarborgfonds de eis op tafel legde dat de raad van bestuur van Woonbron moest opstappen? Nee, dat herinner ik me zo niet. Wat herinnert u zich dan wel, wat ze gezegd hebben op dit punt? Niks. Want u zegt zo niet. Ik heb wel discussies gehad over het voortduren van het bestuurslidmaatschap en de commissarissen. Maar ik meen dat ik die discussies heb gehad met de Kamer en met de club zelf. Ja, maar dat laatste klopt als het gaat om de Raad van Commissarissen. Maar dit ging om een eis die het Waarborgfonds, dat blijkt uit ons onderzoek, op tafel legde in dat gesprek met u. Dat ze vonden dat de Raad van Bestuur, dus niet de Raad van Commissarissen, maar de Raad van Bestuur van Woonbron moest opstappen. Dat dat een eis was voordat het Waarborgfonds kon instemmen met dat onderpand. En ik heb daar, zeg ik u mevrouw, geen herinnering aan. Maar wat ik u wel wil zeggen, is het kan heel goed zijn dat zij dat beter vonden. Ik had, dat bleek later, want ik heb er ook nog over gesproken met de Kamer. Ik heb in ieder geval later en misschien dus ook toen al in dat gesprek gezegd, wacht even, het gaat hier om hele goede volkshuisvesters. En dit slaat neer in de huizen, de volkshuisvesting. Dat is juist het vervelende van het probleem. Ze moeten hun zelf de troep opruimen. En dat kunnen ze als geen ander, omdat ze ook goede volkshuisvesters zijn. Maar dat moeten ze ook. Snapt u dat dus, dat... Ja, maar vond u daarmee dan de eis? Want ik geef u aan dat het ons onderzoek blijkt dat het Waarborgfonds dat wel eiste. Vond u dat vanuit het perspectief van het Waarborgfonds een passende eis? Of zegt u, u blijft bij uw woorden die u net aanhaalt, zij moeten hun rotzooi opruimen, dus dat bestuur moet blijven zitten? Nou, ik zeg dus dat ik geen herinnering heb aan een gesprek daarover. Mm-hmm. En als het geweest is, dan speculeer ik dat ik hetzelfde aan hen gezegd heb. Mm-hmm. Als ik later ook gezegd heb aan bijvoorbeeld Kamerleden, maar ook aan de bestuursvoorzitter zelf. Zo van, ruim je troep op. Okay. De heer Van Dam die verklaarde tijdens zijn verhoor dat er een zekere politieke uitruil is geweest naar aanleiding van dit gesprek. En ik zal het toelichten. Want toen het Waarborgfonds de beslissing had genomen om het onderpand vrij te maken voor Woonbron, toen heeft de heer Van Dam tegen de heer Van der Post gezegd, dit is het moment om de minister te bellen, want wij zitten met een ander punt wat wij als Waarborgfonds heel erg belangrijk vinden, namelijk het EMTM-programma. Dat laatste, dat hoeven we niet helemaal uit te diepen, maar het gaat erom dat het Waarborgfonds iets anders op de agenda had en dat toch wilde gaan gebruiken richting het ministerie en richting u als minister. Ik heb dat gelezen, daar refereer ik net aan. Mm-hmm. En ik herinner me niet dat ze het gedaan hebben en ik sluit uit dat ik er op ingegaan zou zijn. Want dat zijn twee totaal verschillende onderwerpen. En dan is wel belangrijk dat iedereen weet wat EMTN is. Mm-hmm. Dat was een programma om als corporaties gezamenlijk de valutamarkt op te gaan. Ja. Om goedkoper geld te kunnen lenen. Daar was ik op zich niet tegen. Maar ik wist dat het ministerie van Financiën daar flinke aarzelingen bij had. En dat was gewoon niet aan de orde. Het ging om, hoe gaan we om met Woonbron? Dus ik houd dat wel af. Ja. Want uit ons onderzoek blijkt ook een memo die u vanuit het ministerie kreeg in de voorbereiding op de gesprekken met het Waarborgfonds, kwam dit duidelijk naar voren dat het Waarborgfonds dit
op tafel legt om dat geregeld te krijgen met het ministerie. En u zegt, dat is niet aan de orde geweest en zeker niet in combinatie met Woonbron. Nou, ze kunnen het op tafel hebben gelegd, want ik heb geen herinnering hoe dat gesprek ging. Maar dan heb ik gezegd, dat is niet voor nu. Of je sluit eerst het agendapunt duidelijk af en je gaat opnieuw praten over iets anders. Ja, maar is dat gebeurd? Is dat gebeurd? Dat weet ik dus niet. Dat weet u niet. Maar ik sluit uit, dat kan ik weten, want ik ken mezelf, dat ik het met elkaar in verband heb laten brengen. Maar gewoon twee totaal verschillende dingen. Ik heb vaak met hen over EMTN gesproken, want ik was als minister ook verantwoordelijk voor de woningproductie. En ongeveer de dag dat ik aantrad, was het officiële begin van de woningcrisis. Ja. En ik moest zorgen dat er gebouwd werd. En dan ging het ook over dingen als EMTN. Hoe kunnen we geld hebben, zodat ze tegen de crisis in toch doorbouwen? Maar voor ons als commissie is het belangrijk om van u te horen dat dus geen sprake is geweest van dat het ministerie het EMTN-programma is gaan bespreken vanwege het feit dat het waarborgfonds op tafel heeft gelegd om uiteindelijk haar steun ook te geven aan Woonbron om dat de financiering te regelen. Ik sluit het uit. Ja. Het Waarborgfonds die weigerde op grond van haar eigen regels om sociale huurwoningen in onderpand te geven voor een commerciële lening om de tegenvallers van dat schip te betalen. Dat blijkt ook uit ons onderzoek. Is dat geen valide insteek van het Waarborgfonds? Dat kan op zich best een valide insteek zijn, maar er was wel een probleem dat opgelost moest worden. En doordat u zag dat een probleem opgelost moest worden, heeft u druk uitgeoefend op het Waarborgfonds om die regel los te laten? U moet niet het woord druk gebruiken. Want u mag een ander woord gebruiken? Nou, ik weet het niet. Ik heb gewoon geprobeerd om het probleem te helpen oplossen op een verstandige manier. En dan heb je een hele omgeving waar je mee te maken hebt. Woonbron zelf, de huurders van Woonbron, de gemeente Rotterdam, het Waarborgfonds. Maar dat is allemaal helder. Maar mij gaat het om het feit dat het Waarborgfonds uit ons onderzoek blijkt, zegt, dit zijn de regels, dus ik ga dit niet doen. Maar dat u als minister dit probleem graag opgelost ziet. Maar dat u toch, ik gebruik het woord druk, misschien wilt u een ander woord gebruiken. Het Waarborgfonds in die zin. Er zit een suggestie in het woord druk, alsof ik hen tot iets oneigenlijks gebracht heb. En dat heb ik niet. Het waren hun regels en hun regels waren helder. Ja, maar hun belang was ook dat Woonbron niet om zou vallen, bijvoorbeeld. En hadden we hier niet ook gezeten als Woonbron failliet gegaan was? Maar dat is wel belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Maar heeft u dat als argument gebruikt richting het Waarborgfonds, waarbij het Waarborgfonds om is gegaan en heeft gezegd, oké, die regels passeren? Mevrouw, ik heb nu 3 keer gezegd dat ik geen herinnering aan het gesprek heb. U kunt zich daar niets meer van herinneren? Ik kan me alleen herinneren dat ik kan mij herinneren dat ik dat gewoon, dat met al die partijen in het veld, dat krachtenveld, heb ik er geen herinnering aan dat er een heel groot probleem was met het Waarborgfonds. Want iedereen was ervan doordrongen dat het probleem moest worden opgelost. Vind ik al geen schande. U kunt zich een aantal dingen dus wel herinneren, begrijp ik. Nee, u draait, ik zeg, ik heb er geen herinnering aan dat dit punt op de agenda is gekomen. Ja, maar u kunt zich wel herinneren dat iedereen de ernst inzag en uiteindelijk dit probleem mee heeft opgelost. Ja, maar dat was al voordat ik aantrad. De hele Kamer was, heel Nederland was ervan in de stress dat een woningcorporatie in gevaar kwam door een uit de hand gelopen nevenactiviteit. Ik ga met u verder. Ja, maar u mag niet mijn conclusies trekken. Die moet ik zelf trekken. Die mag absoluut zelf trekken. De commissie trekt ook haar eigen conclusies. Ja, daarvoor bent u. Ja. Op 27 april 2009 dan dringt u aan op het vertrek van de Raad van Commissaris van Woonbron. U haalde ze zelf net al aan. Welke datum noemde u, sorry? 27 april 2009. Ja. Wat was de doorslaggevende reden voor u om op dat vertrek van de Raad van Commissarissen aan te dringen? Ik denk dat het ontzettend moeizaam ging met tussen bijvoorbeeld de door mij aangestelde toezichthouder, die externe toezichthouder, meneer Swartz, die wel een goede ondernemer was, want daarvoor was hij aangezocht, de oude directeur van Randstad, en die dan rapportages aan mij gaf en het werd dat het niet vlot genoeg ging, goed genoeg ging, en dat er een soort ontkennende houding nog steeds was in die Raad van Commissarissen. En wat hierbij ook genoemd moet worden, want er gebeurt natuurlijk veel, maar de Kamer vond het ook nog steeds een heel zorgelijke zaak. Er kwam ook een Kamermotie die aandrong op het vertrek van. Er is op enig moment een Kamermotie geweest die vroeg, dacht ik ook, om het vertrek van de Raad van Commissarissen. Ja, die is 23 april aangenomen in de Kamer. Dus is dat dan, want de 27 april dringt u aan bij de Raad van Commissarissen, komt dat door die Kamermotie? Of, want u haalde zelf al het argument aan van uw eigen externe
toezichthouder, dat dat al reden genoeg was? Ja, wij waren zelf ook niet tevreden. En dat heb ik gedeeld met de Kamer. En wij hebben daar volgens mij goed over gesproken. Ja. Er was toen nog een issue of niet ook het bestuur zelf naar huis moest. En toen heb ik waarschijnlijk ook al in de Kamer, maar in ieder geval in mijn contacten met al die mensen, de oppositie betrokken van, ze waren slechte, zo niet waardeloze ondernemers. Zie hoe dat verlies kon oplopen. Maar het zijn verrekte goede volkshuisvesters. De schade van het ondernemen dreigt te vallen in de volkshuisvesting. Laat zij, ze zijn in staat, maar ook verplicht om hun eigen troep op te ruimen. Okay. Dat is eigenlijk al een antwoord op de vraag die ik nog wil stellen. En dat is namelijk als het gaat om de heer Kromwijk. Want in zijn verhoor gaf hij aan dat hij u tot 2 keer toe op een vrijdag lang aan de telefoon heeft gehad. Want hij dacht erover om de handdoek in de ring te gooien, om zelf op te stappen. En dat u hem heeft overtuigd om aan te blijven. Dat past in het plaatje wat u net schetste. Nee, het gaat verder dan wat ik net schets. Ik heb dit gelezen en ik ben er verbaasd over. Ik heb wel tegen hem gezegd, ruim de troep op. En ik vind je een hartstikke goede volkshuisvester, dus dat kan je. Maar ik heb er geen herinnering aan dat hij van plan was de handdoek in de ring te gooien. Oké. Dus u heeft hem niet hoeven overtuigen om te blijven zitten, begrijp ik. Want er was geen sprake van dat hij zou opstappen. Ik heb er geen herinnering aan dat ik daar moeite voor moest doen. Nee, dat klopt wat u zegt. Maar u zei net ook dat, in ieder geval vanuit uw beleving, er helemaal geen sprake was van het feit dat de heer Kromwijk zou willen opstappen. Heb ik het goed begrepen? Ja, en fijn dat u dat nog even de controlevraag stelt. Ik heb dus geen herinnering aan dat hij zegt ik wil weg en dat ik hem heb overgehaald om te blijven. Maar ik had niet met hem discussie. Ik had discussie met de Kamer over de afwikkeling. Want de Kamer heeft dus geopperd, sommige mensen in de Kamer zeiden, moet niet, behalve de Raad van Commissaris, ook het bestuur weg. En daar had ik dus een andere kijk op. Ja. Meneer Oskam. Ja, meneer Van der Laan. Een van de instrumenten die u had, waren aanwijzingen. En u stond erom bekend dat u die regelmatig gebruikt. De eerste aanwijzing die u gaf, of een van de eerste aanwijzingen, was bij de fraudezaak rond Rochdale. Hè, was een vermeende fraudezaak. En in februari 2009 geeft u een aanwijzing. Wat was uw analyse van de situatie bij Rochdale, waarom u tot dat middel kwam? Nou, dat is waar we helemaal in het begin in algemene zin over gesproken hebben. Bij Rochdale zat een enorm integriteitsprobleem. Ja. Dus dat was de analyse. En het is natuurlijk, er is feitelijk heel veel gebeurd. Maar er was een hele zorgelijke situatie. Kunt u het iets concreter maken? Ja. En dan richting bestuur, maar ook richting Raad van Toezicht? Ja, was dat niet de Raad van Commissaris in dat ja, geval? Ja, ja, ja. Nou, ik herinner me dat toen ik aantrad, was er een, toen zat de Raad van Commissarissen er nog steeds. Meneer Mullenkamp was geschorst. Die begon daar overigens een kort geding tegen. Ja. En er was een onderzoekscommissie ingesteld. En ik kreeg toen een rapport, of er lag al een rapport, maar in ieder geval, ik nam kennis meteen van een rapport. Een eerste rapport over wat er gebeurd was en de ernstige inschatting daarvan. En toen dacht ik, dit kan niet onder de hoede van dezelfde Raad van Commissarissen gebeuren die dat onder wier toezicht dat ook is ontstaan. Ja, ze zaten er al jarenlang. En ze zaten er bovendien heel lang, dat klopt. Ja. En toen heb ik me ervoor ingezet dat die Raad van Commissarissen zou terugtreden. Ik heb erover gebeld met de voorzitter van de Raad van Commissarissen. En dat in de plaats daarvan de onderzoekscommissie, die uit 3 voortreffelijke leden bestond, een interim Raad van Commissarissen zou worden. En ik heb toen gezegd, en dat is nog niet genoeg, want het probleem is heel groot en we weten niet hoe diep het zit in Rochdale, dat het niet enkel de top was, maar dat veel meer mensen daar aan meededen. En daarom heb ik toen 2 toezichthouders aangewezen die nogal zwaar waren. Ja, waaronder de heer Erens. Nee, sorry. Mijn toezichthouders waren dokters Van Leeuwen en de heer Vermeulen, Pim Vermeulen, de directeur van de Bank Nederlandse Gemeente, die een ex-wethouder was van Rotterdam, dus die had zowel verstand van volkshuisvesting als van geld. En dokters Van Leeuwen stond bekend als een strenge jurist. Erens was de man die door de Raad van Commissarissen al was aangewezen toen ik aantrad als de interim bestuursvoorzitter. Dus eigenlijk de opvolger van Mullenkamp. Ja, zo is het gegaan. Ja. Oké, en dat was voor dat moment voldoende om Rochdale weer in het spoor te krijgen? Nee, er is nog veel meer gedaan. Ze moesten een plan maken en voor een bepaalde datum inleveren. Maar ja, dit waren wel hele zware dingen waar de sector niet happy mee was. Ja, en daarna is de hele Raad van Commissarissen vervangen? Na mijn telefoontje met de voorzitter is iedereen opgestapt.
En ik herinner me dat ik ook in dat telefoontje heb gevraagd om het opstappen zo te doen dat eerst de raad wegging, minus de voorzitter, want dan kon hij die interim onderzoekscommissieleden benoemen tot nieuwe raad van commissaris, interim. Dat was juridisch. Want anders had je naar de rechter gemoeten om dat te doen. Ja. Dan doet zich nog iets opmerkelijks voor. We hebben net al gesproken over uw verhouding met Edes. Want op dezelfde dag dat u die aanwijzing geeft, krijgt u een brief van de voorzitter van Edes, de heer Van Leeuwen, met het verzoek om af te zien van die aanwijzing. En het argument daarvoor was dat eigenlijk de interventie onnodig was, omdat de sector wel op zijn eigen winkel kon passen. En daar kwam het ongeveer op neer. Wat vond u van die, wat vond u van die brief? Ik was de brief vergeten. Vandaag? U heeft mij, u heeft mij in het voorgesprek, hoe noemen we dat, wat ik met u had, herinnerd aan die brief. En toen kwam het weer terug in mijn geheugen. Dit is ongeveer de raarste brief die je kan krijgen. En de brief laat eigenlijk ook zien wat de echte discussie was tussen de sector, althans Edes, en het ministerie, en in ieder geval ik. Zij vonden dat ze alles zelf moesten doen en dat het departement zich gewoon eigenlijk niet mee moest bemoeien. Ja. Dat staat met zoveel woorden in die brief. En dat is dus heel opmerkelijk. Ja. De heer Van Leeuwen die heeft hier tijdens het openbaar verhoor er ook nog iets over gezegd. En die vond eigenlijk dat u met die aanwijzing dat u een statement wilde maken. Dat is een beetje mannetjesgedrag. Ja, nou, zoals de waarheid is, vertrouwt hij zijn gasten, zeg ik dan. Okay. Die maatregelen waren gewoon nodig. En het is ook gebleken uit de rapportages van de toezichthouders. En ook de heer Erens, met wie ik ook veel contact had. Ja. Dat het heel veel moeite gekost heeft om de trap van bovenaf schoon te vegen. En dat had ik niet graag overgelaten aan Edes. Hij zegt dat hij nooit antwoord heeft gekregen van Leeuwen. Kan dat kloppen? Ik werd vanochtend, want ik vroeg om die brief. Ik denk, ze gaan over de brief beginnen. Ik had hem dus ook niet. Maar ik kreeg een kopie en ik moest een beetje grinniken. Want het antwoord op uw vraag is, er staat boven voor kennisgeving aangenomen. Nou, en meer is er ook niet mee gebeurd. Nee, dat is een duidelijk antwoord. Dan klopt het allemaal. Nou, we hebben het er al even kort over gehad. Hè. Veel aanwijzingen heeft u gegeven, ook bij andere corporaties. Maar daar proberen wij toch een beetje de rode lijn uit te halen. Waren het nou verschillende problemen bij verschillende corporaties, eigenlijk min of meer incidenten? Of had het toch wel te maken met tekortkomingen in het stelsel? Of weeffout in het stelsel, zoals het ook wel eens genoemd wordt? Absoluut het laatste. En vandaar dat ik in de brief van juni probeer dat bij elkaar te nemen en te zien waar zitten nou, wat is de taak? Waar gaat het mis in die taak, in de omschrijving, de regels, het toezicht, de hele governance. Ja. Dus het is heel duidelijk het laatste. De verwevenheid is toch wel belangrijk. En dan heb je wel verschillende soorten problemen. We hebben het net over woonbron gehad. Dat is gewoon uit de hand lopend en gebrekkig ondernemerschap. Rochdale was een integriteitsprobleem. De SGBB was een integriteitsprobleem. Daar heb ik ook toezichthouders aangesteld. Ja, Servatius bent u ook nog bij betrokken? Servatius was volgens mij ook een integriteitsprobleem, maar ook een uit de hand gelopen taakopvatting. Ja. Rantree. En dat nog even in zijn algemeenheid. Ja, dit is toch wel veel voor een minister in 15 maanden. Ja, dat is ook zo. Ik wil toch nog even iets aan u voorhouden, want u had net in gesprek met collega Mulder ging het over die oordeelsbrieven. En toen vroeg Mulder aan u van, moeten we nou die oordeelsbrieven taxeren? En toen zei u ook van, ja, als je weinig informatie hebt of je kan het niet helemaal goed inschatten, dan heeft zo'n oordeelsbrief eigenlijk weinig waarde. En ik zat daar nog eens even op te kouwen. En toen dacht ik van, ja, weinig waarde, dat is misschien ook wel zo. Maar eigenlijk is het ook wel levensgevaarlijk. En wij weten dus uit het onderzoek dat de heer Staal van Vestia, maar ook de heer Kronwijk van Woonbron, vaak die oordeelsbrief van de minister op tafel legde en tegen de kritische raad van toezicht zei van, of raad van commissarissen, wat lullen jullie nou? Die minister die vindt het fantastisch allemaal. En beeldender kan ik het eigenlijk niet maken. We hebben hier ook gesproken, heeft u misschien wel gevolgd, met Marcel van Dam, toezichthouder bij het Waarborgfonds. En toen wij aan hem vroegen van, had u dan als commissaris niet een beetje meer... Toen zei hij, wacht even. En dat was een heel beeldend moment. Hij pakte een heel klein briefje uit zijn binnenzak en hij las dat voor. En het kwam er in feite op neer dat de minister had gezegd, well done. En dat eigenlijk, nou goed gedaan, maar dus dat eigenlijk die raad van commissarissen met
die stonden erbij en die keken ernaar. Dat nou, is ook de andere kant ervan. Nou, ik vind dat wel scherp gezegd van u. En ik ben het er eigenlijk ook wel mee eens. Er is een stelsel ontstaan, want je kunt het nauwelijks een stelsel noemen, waarbij meer schijnzekerheden werden ingebouwd dan echte zekerheden. Ja. En wat ik nou interessant vind aan hoe u de vraag nu stelt, of de opmerking maakt, is dat u zegt, waar ik als minister zeg, ja, die Raad van Commissarissen heeft dan toch niet goed opgelet, daar kunnen zij terugzetten. Nou, dat is misschien wel waar, maar we werden onder andere op een verkeerd been gezet met een oordeelsbrief van, ja, van het Centraal Fonds en het departement. Ja. En dan kom je dus in een schijnwereld. Ja. En dat is een van de dingen die ik wou rechtzetten. Want u moet, ik mag het nog een keer zeggen, u hoeft trouwens niks. Maar lees nog een keer de brief van 12 juni. Daar is een van de, het is 30 bladzijden, hè, die brief. Maar een van de maatregelen die ik voorstel is de verklaring. Dat een commissaris verklaart dat hij zich ervan overtuigd heeft aan de hand van alle stukken. En daar gaat het ook over gesprekken met de accountant en weet ik wat allemaal niet. Dat wat hij op laat schrijven en ondertekent in een jaarverslag, jaarrekening, dat hij zich vergewist dat het klopt. Dat is dus een van die pogingen om uit die schijnwereld te breken. Ja. En dat zeg ik nog even als mij dat is toegestaan, voorzitter, aan de heer Bashir. Je kunt mijn positie over hoe je daarmee om moet gaan alleen zien als je die hele brief leest en zegt, er moet onwaarschijnlijk veel gebeuren om dit weer op de rails te krijgen. Oké, dank u wel. Dank u, meneer Oskam. Zie je weer de microfoon? Ja, dank. Meneer Van der Laan, dan zijn we aan het einde van het openbaar verhoor. En je zei dat net tegen meneer Bashir, maar daarmee ook tegen de hele commissie. Ja, ja, sorry, maar dan waren we even het gesprekje over de betekenis. Ja, nee, ik begrijp het wat dat betreft. Nog even heel kort naar die Raad van Commissarissen van Rochdale. En we hebben overal in de sector kwamen wij meneer Van Leeuwen tegen van Edes. Langjarig de voorzitter daar. En die stuurt op een gegeven moment een brief waarin hij als voorzitter van Edes zegt, ja, die commissarissen van Rochdale, die moeten maar eens weg. Die moeten gewoon weg. Wat vond u ervan als minister dat hij zo'n brief stuurde? Ja, die brief heb ik in afschrift van hem gehad. Mm-hmm. En die was ongeveer in dezelfde tijd als de brief waar we het net even over hadden. Misschien was het wel de begeleidende brief, dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Maar Van Leeuwen, kom eens een brief. Ja, commissaris Rochdale, gaan jullie nog maar eens even weg. Wat vond je ervan? Ik heb die brief ook gelezen. Dus onlangs, want u heeft hier mijn geheugen weer geluxeerd. Dat was ook een bespottelijke brief. Hij zegt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, treed nou gauw af, want anders gaat de minister je dwingen om af te treden. En dan verliest de sector aan geloofwaardigheid en dat soort redeneringen. Ja, maar die man moest niet aftreden omdat anders de minister zich mee ging bemoeien, maar omdat er iets heel erg was misgegaan en hij niet de gereden partij was om dat weer in het spoor te krijgen. Dat is een hele andere reden. Dus het laat weer zien wat hier vandaag veel de revue tussen ons is gepasseerd. Hij was fanatiek voor zelfregulering en dat de overheid zich daarbuiten zou houden. En ik zei, nee, dat is niet genoeg. Ik denk dat de brief waar u nu aan refereert datzelfde laat zien. Goed, meneer Van Aan. Dank. Ik sluit de vergadering. Graag gedaan.